Ja. Maar hoe zit zij dan zo? En die mensen achter? Omdat de mensen achter willen, anders moeten ze in de zon moeten zitten. Dan moet ze een betere positie nemen. Ze gaat naar u draaien als u praat. En hoe pakt zij die mensen? Ze willen niet in beeld. Nee, ik kom niet. Hij komt ook niet. Oh. Die andere gast wel. Er komt nog een gast. Ja. Oh, en die andere gast wil ook niet in beeld. Dit is politiek. Goedemiddag, waarom zeg je niks? Ik die vroeg me. Goedemiddag alle volgers en kijkers van Koren Jogo Taktori. Oef, even niet door dat we live waren. Mijn naam is Nicole Hooplot. En we zijn live hier vanuit Republiek Para, zoals elke dinsdag. Vandaag is het dinsdag 26 oktober en alweer aflevering 65. Wauw. Jawel. Achter de camera hebben we mevrouw Somara Stuger. Goedemiddag. En voor me hebben we niet Tapasi Raman Maknak, maar meneer Maknak. Meneer Raman Maknak. De meneer in het wit. De meneer in het wit. Hij is in het wit vandaag. Okay. Stralend. Ja. Stralend als Engels. Ja, het straalt. Ja, toch? Vleugels moet ik nog kopen. Oké. Okay. Goedemiddag, mijn mensen, luisteraars en kijkers. Wij zijn er weer en wij gaan u weer van repliek dienen. Niet negatief bedoeld, hè? Helemaal niet. Dat is absoluut niet de bedoeling. Opbouwend. Ja. Mm-hmm. Strandblauw, hè? Ja. De lucht, hij heeft het over de lucht. De lucht is stralend blauw. Overal is stralend blauw. Want die is lekker lauw. Goed. Rap. Ja. We hebben vandaag nog meer gasten. En die willen niet in beeld. Zo'n ding om dat te zeggen. Hè? Maar het betekent niet gasten. Dat ze niets gaan zeggen. We zijn er voor de gezelligheid. Nee, uitspraken. Nee, dit is geen gezellig programma. Maar door omstandigheden. En om aan te vullen. Ze gaan aanvullend bijwerken. Ze willen even nog niet in beeld. Ja. Juist, maar ze gaan wel. Ja, u heeft al stemmen gehoord. Mensen zijn er, ze gaan meedoen aan het programma, u kunt ze alleen niet zien. Onze mysterieuze gasten. Ja, ze zijn mysterieuze gasten. Ja. Het onderwerp van vandaag sprak al mensen aan op Facebook. En ieder voor zichzelf, God voor ons allen. Inima man fadong afas en kindi. Ja. Jawel, het is een krachtig onderwerp. Zonder meer. Hoeveel kijkers hebben we al? Elf. Ik moet dat 11 mensen alleen uitleggen. Ik weet niet dat er verborgen kijkers zijn hoor. Ja, ik weet dat er honderden zijn. Want je ziet het als we afsluiten, dan heb je gewoon direct een heel aantal. 500 weergaven. Ja. Binnen een minuut of vijf heb je al bij de 700 zoveel meer dingen. Ja. Ja, dus we kijken, we laten het even oplopen. Maar in elk geval, in Wama Fadong, Afasien Kindi. Ja. Het zegt, het spreekt voor zichzelf in het Nederlands. Mm-hmm. En ieder voor zichzelf komt voor ons allen. Ja. Bijna, en ook bijna in een situatie dat we dat noemen. Dat is ook. If you know, look, zij moest doen. Nou, je ziet dat die auto een voorbeeld was, want die auto staat op een heel eigenaardige manier daar zo net op straat. Geduwd. Oh, ze hebben het geduwd. Ja, deze tijd is voor de volste strana was je, hè? Het zijn dingen van de jaren 90. Want ik hoorde geen swing, geen niks, en ik hoorde Het zijn dingen van de jaren 90, ze komen weer terug. Jawel. Hotel, Koepens, autofadong, afasin kindi. Jawel, en die eigenaren ook, iedereen die een lift nodig heeft. We kennen het in nog een taal hoor. En dat is van onze echt biggie, maar onze traditionele taal, dat zegt. Inwa man kaya bosankama. Inwa man kaya bosankama. Oké. En nog op een andere manier zou je kunnen zeggen, in wat tando ben kuma ni fasai. Me chego moro di puatra baka, da me tegi taki... Hin wan dani na dani selen kama. Wan uwe negi vertaling ben, negi pe... Gaat u gang? Negi de mensi moro di pi. Oké, okay, ik ben afgestemd. Anders gaat u weer Tabasi Rama noemen. Nee, het zijn dingen die ik toevallig ken en wat je weet mag je in de toepassen. Ja, toch? Het is kennis dat je mee hebt. Ja. Heb je maar dacht die taal, dan word je tolk dan. Adios. Wat? Lopen, toch?
kijken. Ja, maar heel veel mensen kijken ook in de herhaling en zo. Okay. Dus ik vind dat we wel gewoon door kunnen gaan, want er kijken wel mensen, toch? Okay. Ja. Ik wilde iets aanhalen van wat er gisteren is gebeurd en vanmorgen vroeg op Facebook is geplaatst. Er was weer iets merkelijks op uw camera gevangen. Mm-hmm. Maar ja. Wat zegt u? Van de weergaves. Van dat filmpje? Mm-hmm. Ja. Vanmiddag was het 25 keer gedeeld en het was 2000 weergaves binnen. Wat? Ja. Okay. Ja. Dus dan doen de camera's weer werken. Ja, maar misschien zou u iets meer erover willen vertellen. Bijna zou ik zeggen, in wat man vandaag was een kind die hem, meneer de... Het is een heel intelligente heer die daar zit, hè. Hij kent het, ik ga zijn naam niet noemen, maar hij kent het onderwijs, hij kent het politieke vlak, hij komt bekend voor, hè. Ja. Maar we gaan zijn naam lekkertjes niet noemen, maar zijn hoge gast, zo wil ik hem betitelen. Een beginner als Refi, positief trouwen. Nou, heer hoge gast op Jassen. En... Hij hoeft eigenlijk nog voorlopig niet in beeld. Maar de tijd zal komen, vandaar mijn thema ook, ja. Dat wij samen zullen zitten en zeggen van ay, na umbe, na ubijisma bing, en na umbe, na umbing, en chinte kontrong in. Dus dat is de bedoeling ook van ons programma. Ja. Zo, er wordt water uitgedeeld. Ja. Water gate scandal. Ja, mm-hmm. Hetgeen, ik kan me niet meer herinneren tenzij ik de camera's niet bekijk. Het is 25 keer gedeeld en het is een 2000 weergave. Nou, ja. Daar is het iets bijzonders. Ja, daar is iets bijzonders gebeurd. Ik kan het wel een beetje vertellen. Je takt die een broek alleen maar als een broek aan BGD. Ja toch? Nou, dat de camera doet. En daarom moet ik tegen mij een broek aan Sani. Je gaat me nooit zien uitschelden op FB. Nee. Meestje of kost, meestje beschuldigd met mijn... Meestje met Ababo is zo. Maar mijn kon kosi gelijk tijdig dat ik loko sosofukan vind mijn lekker. Ja. Dus tijd hield alle wonden. En ik heb alles aan de tijd overgelaten. Zodat wij one day om ik bewijs dat ik dat mensen zelf gaan zelf nadenken. En vooral de natuurwerk en hij daarboven slaapt niet. Ja. Want in dit ding, alles wat kosi, alles wat sani, alles wat bombardement, ik stap mijn neem. Ja. Van mij doe dit, mij doe dat, mij doe dat, mij zo. Samen doen, samen doen, ja, dan samen doen. Dire momenten, ik ook gast de Sidape onder op kampen. Samen doen. Dire normaal dinsdag, voorbereiden naar dit, dat doe ik niks, maar ik ben toch in actie gekomen. Noodbreekwet. En dan, deze handen moeten daar helpen. En de geest daarachter, en het bed, die. Krijg je stootkracht van bovenuit en Europa. En nog een keer zie Europa, papa. Hetgeen gebeurd is, de camera legt hem vast en de smaak kan beoordelen. Het diepe ervaring is nog tegen, want ik zie de markt in de dat zo op zat, zo op zat, zo op zat. En intussen, al die tijd, met derde dat hier komen verrassingen. Omdat ik als ik iets zeg, ben zeker van. Vandaar, van het standpunt, dan zijn we gaan op plaatsen. Ja, hij heeft onder de camera, ik kan zeggen dat ja. Ja. We gaan ook die bord plaatsen van bevelen door camera's. Dus dan weet je dat. Dus van voor naar achter, van achter naar voor, van dwars naar dwars, overal. Gewoon plaatsen onder de camera. Omdat die beeld zijn niet op camera nog in leeg. Ja toch? En we hebben heel wat hier meegemaakt, zijn nooit kunnen takken. Het is ook niet nodig om te zeggen, omdat die ook kon dat je hoor, als samenleving steeds naar een heel spannende toestanden die het gewoon waar zijn. Maar je hebt opruimingsdienst en we hebben natuurlijk opruimingsdiensten. En dat is de. Wie sommige lezen tekening en verstaan, zijn wat zogenaamde professor Tapadetta. Lezen tekening en wat gaat dat? Dan, hij leest Oosam Sadrape. Ik spook het niet. Ja. Lees en Volvo. En zelf één de camera ook. Ja. En zelf één ook bij dat ding door. Maar ja. Hij moest maar lezen tekening en een Volvo. Maar uiteindelijk lezen tekening, of vier tekening en automatisch. Dus hij moest Volvo. Ja, ik had dan Volvo, zeg ze. In elk geval. Is er interessante dingen gebeurd hier?
Ja, maar ik heb niet zoveel zin om. Nee, en de wereld heeft het al gezien. Ja. Dan ze erover praten. Ja. Ze eigen conclusie. Ja. Het hoort bij de ontwikkeling, ja. Zelfbeveiliger is zelfbeveiliger. Ja. En we hebben het ook gedaan met de laatste ontwikkelingen. Toen dacht ik, maar de waka, de sada de soetu dalo en zo. Oké. Ja, verschillende keer de soetu. Ja. En. Tiene sa buansa ni de sa tiene sa buansa mañana presi. De genia na tapun krabas ti tiene sa bi. E pira sa ta ka kuna me sta ta franya. De ti pan 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 kalbas tek sa leo jiminia. Ma e pira sa ta ka bigi manda pena so wa man. De no do asa nati. Neito. Des darom de bere pse su ta so. Ma ne sa ta su tu na nan playground. Mar une une oro se pisa na de santa ti. Neito. We we li bali bi godoro. Aan de wet van Kondre. Het doesn't matter zomaar die aan het bewegen. Je moet je aan de regels houden. Het kan onmogelijk een wild west zijn. Dat is wat zij wil gaan doen. Beveilige dingen. Zodanig regelen dat we later bewijs hebben. Behalve als we geprikt worden door een bij. Dan was God ook voor vanzelf een bos. En dan was je ook een keer. Dat kan ik je wel verzekeren. Maar ik doe het dat je allemaal bent. Maar de hele sapuansa niet, de Italica goede koronmatak. En dat boom dat hij is mijn voordeel is, dat we een verkeerde indruk vinden, dat ik de trutru te trutru kom, leeg en loge. En loge helemaal. En voor de rest laat ik het aan de kijkers, de volgers. En met deze maar zijn bij jumpen toen, taki. Na werkelijk na dit is jumpen kost me bij zonder ino sap me ino shimi ino sap me one day. Kijk, we hebben later een aantal mensen gehad die terug zijn gekomen naar hier en excuses hebben aangeboden. Van boy, heb me daar zo'n pressie aan. Ze zijn in de kaart continu. We zijn echt ook een fair pass aan dat. We dachten, oké, maar mina de rapporteur dat hij naar Fontaine is aan bent. De fan store. Die fan store, zeg maar. Yeah. Je kunt op mee houden en een beetje. Misschien kan het zachter gezet worden. Dus dat is te hard. Hoe moet dat zachter? Sorry hoor, sorry mensen. Ja, ja. En dan misschien niet op 3, maar op 2 of zo. Je hoort het niet? Nee. Nee, toch? Oké. Ja. Vandaar een. Dag, kom je de matras. Ik hoop dat je komt. Hij is altijd een krijger, want hij wil een truitje. Ja. Hij is thuis. Hij is thuis en hij vindt het zo lekker, het is warm. Dus hij van boom in, boom uit, overal ontdekt hij dingen en toestanden. Hij heeft Chimbaradagwa in zee, want hij heeft was op avontuur uit. En nu moet je ze steeds verder van huis gaan zoeken en dan begin je morgen waakzaam en boel de camera. Ze hebben een grote tuin. Ja, ze hebben een grote tuin en hun jachtgebied is heel groot. En hun honden. Volgen ze overal. Ja, dus die keer. Ik heb een vraag. Ja. Ten aanzien van hun jachtgebied. Hoe vind je het leven hier in deze... Horen de mensen de vraag? Misschien moet je ietsje dichterbij komen. Maar mensen zitten hier niet dichterbij. Hoe vind je het leven hier? Ik praat net over jachtterrein, die kleintjes, die jongens van nu worden groot en hun jachtterrein wordt groter, toch? Ja. Ik vraag aan u, hoe vindt u het leven hier in, laten we het noemen, de vrije natuur? Ja? Meer dan bijzonder. Wow. Als ik in de stad ben, voel ik dat ik uit de stad moet. Ja. Ik moet omdat ik zakelijk daar ben, ten eerste. Ik ben heel zakelijk als ik in de stad ben. Ja. Van punt A naar punt B, van zo naar dat. En voor de rest, meestal als ik al over de brug, de twee bruggen, een van de bruggen ben, bellen mensen, maar dat keer ik nooit terug. Zelf belt zij voor een lid, ik keer niet terug. Nee. Ik ga gewoon er vandoor. Ik ben puur daar. Als ik hier ben, ben ik mens. Ik ben een element. Ik ben met de natuur één en ik ben met de schepper één. Ik voel me gewoon in mijn zas, zou ik zeggen. En al mijn kracht en alles wat ik meegekregen heb, het komt tot uiting. En het zou erg zijn als men me dit ontneemt. Ja toch? Dan kan ik me voorstellen wat
de mensen in het binnenland wanneer zij uit hun gebieden worden verdreven. Ja toch? Hun jachtgebieden, hun thuis. Ja. Eigenlijk tegenwoordig heb je nog een paradijs. Ik ga Je haalt iets moois aan daar. Eigenlijk heb ik die vraag gesteld met, tegen de achtergrond van de mensen eigenlijk die in het binnenland of in de plantages zoals Para of in de achterbuurten van het land hebben gewoond en om een of andere reden, Paramaribo was verhuizen om, zoals ze zeggen, een beter leven te zoeken of op te bouwen. Wat zegt u tegen deze mensen gezien de situatie van nu? Wat voor advies geeft u aan deze mensen? Eigenlijk, vandaarom ik eigenlijk verborgen. Met de Adje Story, zoals Masman begreep je. Ja toch? Na eenheid. Eenheid naar eerste wang, hoe kan je nu tamperesi bakken? Want de mensen komen naar hier, maar ze worden niet als mens dusdanig behandeld. Je komt minder te staan en te zitten. Men gaat je alvast verwijderen. Ja, minderwaardig. Men gaat je als minderwaardig behandelen alvast. En als maar ik kom toe met de hoop. Allee, ik kom eens maar langs Holland. Ja, look, zei ik denk dat de Trump denk komt naar ons. Na jaren pinnen aan vernedering en discriminatie. Maar denk ook van bestaan, de plaats is recht in de smaak voor binnenlandse motor. Omdat daar wordt ze iets ontnomen en ze krijgen het niet terug in Sani. Meneer dokter, ons mag ook ontje of ons mag ook even de vakantie of hoe Sani. Maar de natuurgebieden zijn in de toekomst eigen door derden. Waardoor is maar ik moet en dat ik consequent ja nou. Maar dit was al ook goed gisteren overspeld door een groot heer van het binnenland, maar hij woont in Nederland. Hij had het voorspeld van eens, de Chinsa Lowegwe, de Kombaka, niet interessant, maar de Kombaka naar een tampe. Dan eigenlijk, if you want te kwansan dat PDF en dat met je gemeenschappelijk vak onderen, in Portwantra, boom, accommodatie in apresie, smadja. Mek des ma kan pas de an en libi in a gemeenschappelijk van Eifiti. En mire in a pasi disi, dan bijna just like alles met dat kwam sani nevo. Maar ik kan op chimoro para so of so. Die is dat tras mij de bi ender one veel verder nevo dan atrawan dan. Eigenlijk met shem tunes, vooral de buitenlanders zijn gewoon. Nevo lasi verschil. Ja, heel groot verschil. Dan aan een schuitigje eigenlijk. Ik ga meer zorg bijvoorbeeld als je een situatie samen ja, helemaal. Ja, ik vind het niet prettig. Nee. En omdat ik kan de... Ik ben ook nog geweldig. Maar als je het zien zo, kan je het zien. Zo ik zorg dat ik in Seymour zwaar. Dus ik zou niet weten, maar... En ik vind het niet prettig. Misschien heb ik nog een kwetje in een boom, bij ding en goede zijn. Maar ik weet je gestadig, maar wel met... normen en waarden. En dat dwingt mij om deze standpunt vandaag in te nemen. Ja, a discipline. En naar eerlijkheidsgehalve die atrawam nya yum nyang. Atrawam abi yum abi yum abi atrawam abi. Dat is een norm geworden. Ja, dat is een norm. Maar letters nemen en geven. Ga even door. Even nog een... Want ik wilde even een vraagje ertussen stellen. Heel even. Want u haalde aan dus dat als mensen van hun plekken uit het binnenland weg worden gehaald, dan moeten ze een tenminste op die plek een mooie plek krijgen. Dus een goede plek. Maar is het ja, de plek waar de overledenen worden begraven, net zoals we ze ook hier hebben, bepaalde ponsoes, et cetera. Kun je zo 1, 2, 3 dat vervangen voor mensen en zeggen zo, nu wordt dit een mooie goudconcessie, want we hebben iets gevonden. Het is overheidsgrond of whatever en jullie gaan nu hier wonen. Nee, ze zijn hele geplaatst voor de mensen. Oké. Okay. Zelf niet iedereen van daar kan zomaar naar daar naartoe. Dus, je komt eigenlijk aan de mensen normen en waarden, benangen die in traditie. Ja, sowieso. Isago Jarapo is een mythisch begraafplaats, als we maar die dozen hebben voor de lezing. Of wat op een hindoe begraafplaats. Of dat op een christelijk vak lomsoek berpje, dat je dozen al als aan direct wandel. Ja, volgens mij. Je doet het toch niet. Je gaat zoeken. Je liep eens maar, nee, je zoekt goud. Je vindt goud toe. Je vindt goud toe. Maar het trangen voor ook. Dat moet ik tegen. En dat heeft ze. Niet dat ik u de pas wil afsnijden,
Mm-hmm. Maar ik wil toch een beetje dieper gaan in, in dat stukje van wat ze noemen het urbanisatie. Ja, precies. Toch? Noem het urbanisatie. Want als je in de stad rondloopt, dan hoor je familienamen, Groetvaan, Bramelo, Pirou. Maar ze wonen midden in de stad. Mm-hmm. En als je teruggaat, als je een gesprek hebt gehad met ze, en je hoort van waar ze komen en je gaat terug naar hun plaats van afkomst, dan schaam je misschien dood, want dan is er alleen maar bos. Toch? Mm-hmm. Uw advies aan die mensen is om dus terug te gaan naar hun roots, naar de plaats van afkomst. Ja. Ja? Ja. Met in uw achterhoofd dat dus die ontwikkeling daar ook niet plaats. Meer centraal gebeurt in Paramaribo, maar dat er een decentralisatie komt. Precies. Dus een decentralisatie gedachte. Betekent dat? Dat elke plaats bezet moet worden door de personen die daarvoor in aanmerking komen. Ja. Wat is uw mening? Ik merk op dat er nu, vooral in Paramaribo, een wilde weg van bezetting van plaats krijgt. Ja, toch? Ja? Ik wil die naam niet noemen. Ja? Bezetting van plaats. Laten we dat doen. U uitleg, uw mening. Ik heb een heel klare mening daarover. Een wet en recht, die houden altijd staan. Je moet je daaraan houden. Maar als je gaat praten, iets luider. Ja, maar nood kan wet breken. Ja toch? Ja. Het zou kunnen. Maar het ligt aan je leidsman ook. Want het is degene die de leiding geven, die hebben eigenlijk volgens mij, net als hoe je geen plaats noemt, maar ik dacht naar de partij die leiden nu, hebben toegang verschaft, dat misschien zou kunnen gebeuren. Ja. Kijk, er wordt eigenlijk een strijd uitgevoerd op de hoofden van de bevolking. Ja. U bedoelt politieke leiders? Politieke leiders, ja. Het is hun schuld. En deze dingen zijn al, ze worden als troeven uitgegooid naar elkaar toe. In Nakminanga dat of in Ondersimilati, dan stuur ik dat naar jou, op jou af. Waar de arme mensen dieper van worden die niet beter weten. Dus men is niet bezig te regeren, bedoelt u? Men regeert. Maar men is bezig elkaar te mangelen. Ja, op een verkeer. Op een heel cynische manier. Juist. Ja? Dan heb ik even elkaar voor schut te zetten. Ja. Heb ik even een vraagje tussendoor voor meneer Puntjes. Wat vindt u van de, wat was uw woord? Het woord dat ik niet mag gebruiken. ik zal het niet gebruiken. Ja. Maar wat vindt bezetting u van plaats? Ja. Wat vindt u van hoe men hier omgaat met de bezetting van plaats? Want bijvoorbeeld in Nederland vroeger, toen de regering nog socialer was. Was het als een huis langer dan een jaar vrij stond, dan mocht je daar gaan wonen. Ja, je had je alle valse recht, want het staat vrij. Ja, het staat vrij en waarom zou iemand woningsnood moeten hebben als er gewoon vrije huizen zijn? Ja, het is al inmiddels afgeschaft, de regering is niet meer sociaal daar. In Suriname zijn ze, volgens mij zei de VP dat ze bezig zijn met de wet, dat het gewoon absoluut illegaal wordt om te occuperen. Wat vindt u daarvan? Ik bedoel dat die wet nu pas komt? Precies. Of dat het gewoon niet mag? Als ik kalf. Vindt u dat het mag of vindt u dat het niet mag? In mijn ogen toch, kijk. Wat vindt u van occupatie? Dat land heeft zoveel gronden. Ja. Toch? En de mensen die occuperen bijvoorbeeld, om een naam te noemen, die uitleg hoor ik misschien wel van ons hier bij elkaar, heeft te maken met een stukje ontwikkelings... Ja, een stukje gebrek aan die ontwikkeling, noem het zo. Ja? Net wat ik zei toch, het zijn mensen die van elders komen, waar er legio gronden zijn, maar omdat ze zich willen vestigen in die hoofdstad Paramaribo, gaan ze andere mans gronden afpikken of bezetten zo je wil. Ja. Toch? Gedwongen, koste wat het kost, in Paramaribo te wonen en dan een living op te kunnen bouwen. Maar ik persoonlijk vind ik het niet goed. Want als we kijken naar het binnenland, daar is de ontwikkeling is nog niet dus ver dat mensen zoveel kunnen verdienen of genoeg of kinderen zo ver naar school kunnen sturen. En er zijn genoeg lege gronden, maar om een huis daar te bouwen is
Heel erg. Het is tof. Ik vind het tof voor de mensen die dat, hun huis dat hebben. Dat aangevoerd moet worden. Ja, en dan zie je gewoon lege huizen met bepost. Dan komen we op het niveau van de politiek. Ja. Omdat de politiek heeft gemaakt dat... is mijn banawatradago, hè? Ik had het over een banawatradago. Ja, ja. Ja, dat dit is een banawatradago. Banawatradago. Ja. Okay. Oh, ja. Omdat zwart-bruin... Dat zijn ze sterker. Ja. Toch? Dat de ontwikkeling, of zo je wil... Zoals we noemen de ontwikkeling, de economische voordelen, ja, de economische vruchten in het land niet gelijkelijk verdeeld zijn. Dat land is niet in balans, toch? Nee. Alles is gecentraliseerd. En datgene wat je naar buiten wil brengen, buiten Paramaribo wil brengen, ja, gaat op een of andere manier stijgen in waarde vanwege de kosten die erbij komen, ja, toch? En vanwege ook de deskundigheid die je nodig hebt om iets op te bouwen of iets te bouwen in een afgelegen gebied, ja, of verder dan Paramaribo. Dus het verdienen dus, van je brood daar. Terugverdienen van je brood, ja, daar op een afstand van zeg maar 100 kilometer van Paramaribo, ja, kost bijvoorbeeld een pakje brood dat je in Paramaribo 8 SRD zou kopen, kost misschien al daar, ja, noem maar, een 10 gulden of een 15 SRD. Ja, toch? Ja. Dus en dit gaat spreidt zich verder. Tot je komt bijvoorbeeld op Acide Hoppe, waar je bijvoorbeeld daarvoor een flesje bier dat je in Paramaribo 40 SRD koopt, kost het misschien daar 100 of 120 SRD. Wow. Dat soort dingen maak je mee. Dus die politiek zou dit eigenlijk op een heel normale manier, op een normale proportie moeten gaan ontwikkelen, zodat die verspreiding van benzine en noem maar op, allerlei kosten voor eerste levensonderhoud, ja, draagbaar wordt voor iedereen in het land. Dus dat de kosten niet komen op de mensen die ver weg wonen, maar op... Ja, ja, mag ik wat zeggen? En daarom ben ik voorstander, 100% voorstander van decentralisatie. Ja. 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 Laat ze hun inkomen zelf verwerven en daar waar ze zijn ontwikkelen. Geef ze geld om dat te doen. Geef per district een goed budget voor ontwikkeling, het zij onderwijs, het zij gezondheidszorg, dat die plekken ontwikkeld worden. Daarom komen zijn hogescholen daar. En het mooie van dat ding, decentralisatie. Alles is goedkoper in Paramaribo dan in de gebieden buiten Paramaribo, verder van Paramaribo. Ja. Maar de grondstoffen, wanneer men bouwt in Paramaribo, komt vandaan. Uit de afgelegen gebieden. Ja, ja, ja. Snap je? Dus zie daar die politieke verstomping van onze ontwikkeling. Juist. Onze politiek is niet erop gelegd om het land in feite te ontwikkelen zoals het moet. Ja, dus om eigenlijk ontwikkeling te brengen in de binnenlanden. In de binnenlanden en zo. Alleen maar alles in de stad. Ja, ja. Neem een makkelijk voorbeeld dat lastelijk gebeurd is hier midden in Paramaribo. Centrum, dat is in de DNA, waar een DNA-lid, zijn ideeën probeert te ventileren, aan de bevolking. En hij wordt uitgelachen, juist, omdat hij niet op de juiste manier algemeen beschaafd Nederlands praat. Die ABN heeft kunnen bezigen. Maar Rara, hoe komt dat? Die is niet zijn schuld. Nee. Nu. De scholen in Paramaribo zijn opgestaan. Ja. Ik weet zeker, als we rijden naar Atjoni en ietsje verderop, de leerkrachten nog niet eens uit Paramaribo vertrokken. Of de leerkrachten die daar moeten zijn, juist, weten niet eens op welke post ze moeten gaan. Ja. Snapt u? Ja. En wanneer gaat zo'n school beginnen? En wanneer gaan zulke leerlingen naar school? Huh? Wanneer die van Paramaribo examen moeten maken en dan zij ook dezelfde examen moeten maken op datzelfde niveau. Wanneer haal je een hoog niveau? Juist. Heel slecht. En dat begrijp ik wel. En dit gebeurt al jaren zo. Ja. Men heeft nog geen modus uitgevonden om de zaken op onderwijsniveau dusdanig te organiseren dat Suriname op gelijktijdige manier, op gelijktijdige periodes, scholing. Als je niet kan doen, dan doe je het regionaal. Ja. Ja, toch?
Je begint in Paramaribo op zo'n datum, en in Ikeri op zo'n datum, of in Marowijne op zo'n datum. Juist. En dan moet je het laten lopen. Ja. By the way, daarop aansluitend onderwijs. Ik heb meneer Penu gevolgd. Oh. Ja. En gisteren werd hij tegengesproken door onze professor van de dekologische professor. Dat hij, of hij werd besproken. Ik kan niet zeggen dat hij, maar ik zei dat professor dat halwans aan de een Scandinavia man. En de nooit eens naar een tegenstander van de heren. En die man zei, het diploma dat je nu krijgt, je kan niet geslaagd zijn en aanvaard worden met een 2 of een 3. Ja. Het is 2 tweetjes en 3'tjes en zo. Het is niet, eigenlijk een 6 is ook niet geslaagd om een hoger niveau te gaan. Maar dat was het commentaar van de mensen op het nieuwe beleid. Juist, van en internationaal worden we dat schande gezet, want je wordt gevolgd. Ja, klopt. En Pernu was er helemaal niet mee eens. En ik vind het de moeite waard om dit ter discussie te brengen, omdat het systeem kan boem en wanneer als een doorstroming systeem, maar je moet toch een level hebben dat je laat doorstromen en niet. Een minimum, een maximaal of een minimum dat je toelaat of niet toelaat. Maar 2 met 3. En kinderen gaan zich daar niet inzetten, want toch maar over. Ik weet niet als ik mag inhaken op datgene wat u naar voren heeft gebracht ten aanzien van het doorstromen. Ik weet niet wat de modus of het systeem is van het doorstromen, maar voor internationale proporties, internationale aanpak. Wat we weten van doorstroming is dat de vakken waarin je zwak bent geweest het vorig jaar worden meegenomen in het volgend jaar. Zodat je ze die kan opvijzelen en gelijk brengen met op dat niveau waar je naartoe gaat, waar je naartoe bent gegaan. Ja. Snap je? Ja. Dus ik weet niet hoe men dat gaat organiseren. Of hoe dit systeem gaat werken van doorstroming, maar ik wil even kijken. Met een 2 of een 3 is het heel moeilijk. Is het heel moeilijk om dat tekort te vijzelen. Ja, Er is wel heel weinig school geweest. Vooral praktijklessen zijn niet gegeven, et cetera. Dus ik weet niet waarom. Het moet uitgelegd worden. Ja. Wat het doorstromen eigenlijk inhoudt. Ja. Ik denk dat men behoorlijk werk hieraan heeft. En door het ook het tegenwerken, want als je goed kijkt, de coalitiepartners werken elkaar tegen. De nachtdienst van Ondro. En dat desoriënteert alles dat naar een goede richting toe moet gaan. Als je naar het onderwijssysteem kijkt zoals het nu is, dat men een overgangsfase in heeft gebouwd. Mm-hmm. En ik laat mijn kind naar Nederland gaan, wordt er 2 klassen teruggelegd. Tegenwoordig wel, ja. Ja. Het wordt 2 klassen teruggebracht. Hoe was het gelijk? Gaat op een lager niveau, want de wereld kijkt. De wereld ziet die 2'tjes en die 3'tjes en hoe men hier omgaat met het curriculum. Ja. Toch? En dat werkt daardoor, want die mensen daar slapen niet. Nee, ze slapen echt niet. Ze slapen niet. Wat doen ze dan? Is toch een zwart kind? Sowieso is dat stukje een klas lager. En al ben je zo intelligent als donkere, word je toch lager van. Ik wil niet weten. Vanwege het onderwijssysteem hier. Mijn nichtje heeft gewoon... Ja, maar dat is het systeem in Nederland. Daar gaan we niet, niet over te praten. Gelukkig hebben we dat niet hier. Met VMBO te doen. Dat je zang. Ja, maar mijn nichtje die is heel intelligent. Dus wij maken het nog en die erger. Heeft gewoon advies gehad voor, in plaats van VWO, voor... VMBO, vanwege de huidskleur, was het behoorlijk donker. Ja. Ze is vandaar het helemaal opgeklommen. Duurt langer. Het duurt langer. Ja. En dan ga je er geen mogelijk als je dat gemerkt. En toch heb je, en je ziet het ook in sport, in alles, doen ze dat. En ondanks dat, toch gedraagt onze regering zich als een soort beetje voor de boy voor het Nederlandse systeem. Een systeem die is zo goed dat je maar normaal kon dat, maar de pompen je naar een psychisch maf denk je. Een systeem die is zo goed dat je daar onder, je bent beloofd in alles wat zijn, maar je daar onderdok naar een gezondheidszorg. Ja. Dus ik kan ze echt niet begrijpen. Ik zal je eens vertellen. Iemand vertelt mij een verhaal en die zegt van,
die is op het werk. En omdat ze hier iedereen op een post zetten. En die man heeft een EHBO-diploma gehaald. Zeggen ze tegen die man, oh, dan zou jij in Suriname minister van Volksgezondheid kunnen worden. Maar dat is ja, wanneer Nederlanders je echt willen beledigen. Juist, ja, dat is een lachertje. Ja. Waar gaan we naartoe? En dan weet je waar, hoe men onze minister ziet. Ja, dat is ook nog eens. Ze weten dus meer dan... Ze weten meer. Ik kijk alleen maar naar die interview van onze president toen hij daar was. Hebben ze studenten neergezet voor hem. En je zag wat er gebeurde. Grondtap begint zeker. Sweetie, het was een goed bekoelde ruimte, dacht ik, maar het angstzweet brak uit. Het brak uit. Terwijl er, en dat is het wanneer je eenzijdig denkt te regeren. Mensen winnen in betrekking intellectuele voetrapparten. En dat heeft men niet gedaan in deze regering. Alle trapparten naar Don Soma. Ik wil. En dat heeft een professor toch ook bevestigd? Ja. Wat dat betreft, wat ontwikkelingsniveau van Surinamers betreft, wil ik die eigenlijk niet ter discussie stellen. Maar het gaat om die positie, hè, ja, waarin je zelf hebt gemanoeuvreerd. Toch? Je hebt jezelf gemanoeuvreerd in een underdog positie, toch? Doordat je politiek heeft gemaakt dat hoe dan ook, er centjes zijn gepompt naar Suriname. Ja. Toch? Maar wat hebben we ermee gedaan? Je ziet niks. Precies. En de persoon die gegeven heeft, ja, die gaat ook anders denken over jou. Juist. Snap je? Dus als men nu jou en jouw systeem op een bepaald niveau heeft geplaatst, dan moet het niet een probleem zijn als zodanig. Je moet in feite daaruit lering trekken om zaken op orde te stellen. Planmatig. Ik heb net gelezen in de krant, ja, over de minister van Nederland. Wat ministerie? Minister van Nederland, president. Rutte. Die zegt van Suriname, er is behoorlijk geld in Suriname gepompt, maar dat geld heeft ontwikkeling gebracht. Niet voor de totale Surinaamse samenleving, maar voor een elitaire groep. Dus elitaire ontwikkeling. Ja. En dat is het probleem wat we hebben. Inderdaad. Ja. Ja. Het is maar een kleine groep die geniet van die ontwikkeling die eigenlijk naar binnen gehaald wordt. Dan zou dat misschien kunnen komen. En men moet op een of andere manier, men zou op een of andere manier moeten gaan proberen op dat getij te keren voor ons, want dat wordt ons etiket als land. We zouden niet kunnen komen dat, omdat, ja, dus ze zeggen van, ze hebben zoveel miljoenen gepompt in Suriname en het gaat alleen naar een bepaalde elitaire groep, maar ze hebben het niet continu en constant gedaan. Zij kiezen wanneer zij en bij welke regering, en welke regering ze het geven. Ja, dat hebben we lievelingetjes. Ja, dus misschien moeten ze meer kijken naar hun eigen beleid en hoe ze het geven aan Suriname, zonder dat ze al te veel regels eraan willen vaststellen. Maar je kan geld pompen, je kan ergens geld in pompen, maar je moet strenge eisen stellen van luister, dit en dat krijg je. Nee, maar niet te streng. Nee, dit en dat krijg je. Wat is je plan? Dat is een korte termijn of het is een lange termijn. Een plan van aanpak. Wat ga je ermee doen? En is het niet dat Nederland er een beetje bekend om staat dat ze geld pompen in zaken waar zij ook wat van terugkrijgen? Juist. Ja, ze sturen hun eigen ingenieurs, eigen deskundigen. Juist, dus dan misschien is het geld daar naartoe. Ja. Maar in deze, er werd toen al gezegd voor de verkiezingen, we hebben al een plan. Dit is regeren. Ja. We hebben het staat hier, kijk het. Ze hebben een plan. En dan, ze hadden een plan, maar slim laten stemmen en sluw gepakt. Dat is die plan geweest. Ja. En wat kan je uit zoiets halen? Alleen maar, je kan gewoon door met sluwe staaltjes uithalen. En dat is geen regeren tenslotte. Je gaat vallen. Maar ondertussen men zegt ook wel, men zegt ook wel dat ze eigenlijk wel een plan hebben, maar dat plan hebben wij niet gezien.
is niet het herstelplan. Nee. Is hun eigen plan dat zij nu in ontwikkeling brengen. Ja. En dat was voor en het gaat gewoon hun plan die zij achter het scherm hebben. En het plan, het zet zich voort. Zij weten precies wat ze doen. Er zijn heel wat plannen. Ja. En een van die plannen die ze ook hadden, was wanneer we spraken, vandaag wil ik echt niet lang daarop gaan blijven, maar het is iets waarmee we toch rekening moeten houden, is onze gezondheid. Ja. En je Shizang Ipsa, alles was fake news. Nu geeft men hier en daar waarschuwing voor hartontstekingen bij bijsluiters, vaccins, Moderna en Pfizer. Het was fake news. Ja. Nu wordt het toegegeven. Ja. Wie heeft het toegegeven? Nou, dit wordt al vele maanden gezegd, maar toen waren het complottheorieën of fake news. Mm-hmm. Nu zegt VTM News en het is ineens geen fake news meer. Dus, de mannen takken dan, amano. En we mochten niet meer. En dan nu krijg je de schrik van je leven. Je is op dat kritiek zoals aan het ja. En hiervoor was hoe dat nu want bekijkt Asani. En op den duur wordt het. Want ook mijn thema eraan te pas, op den duur wordt gezien, in wat man vadon, ik was ik in die. Dus in wat man zou pensen dat je want. Als je gewoon naar inzien, dan wordt het natuurlijk als je doe je naar doorzien. Maar dit is. Dus, ze hebben iedereen de mond lopen snoeren. Mm-hmm. Die zei van: jullie zijn proefkonijnen. Zelfs als toen AstraZeneca en Pfizer en zo zelf zeiden van. Het is nog, we weten nog niet wat de lange termijn dingen zijn. Het staat in die bijsluiter. We weten niet wat de lange termijn dingen zijn. Dus, toch. En ze hadden ook gesteld dat zij niet verantwoordelijk zijn. Dat staat er ook groot met koeien letters. Maar wanneer de arts nu keer op tv komt en zwangere vrouwen aanbeveelt om dezezelfde. En die arts zegt zo mooi, vanmorgen of gisteravond kon ik het ook zien. Maar je ziet het ook af en toe bij in de kramer. Mm-hmm. Waarbij die arts zegt van. In een tikawan, dat lukt er aan jij te gissen. Terwijl deze dingen keihard zijn. Moderne en. Ik kan gewoon morgen varen, maar het is niet meer omdat tegen je woorden in tenenge wordt en aan mijn beleid. Het is hun beleid, zij moeten het uitvoeren en dat de bevolking kan de veilig gesteld. Want het is met een stukje veiligheid, gezondheid te maken. En er is nog heel veel meer, maar ik wil mijn tijd daar niet aan gaan. Dan wil ik nog heel klein. En mensen die toch niet gaan luisteren. Ik zou iets heel kleins willen nog. Iets over het vaccineren. En dat is dan gaan we even over de grenzen. Ver over de grenzen helemaal naar Australië. En dit is dan geen fake news, het is geen FB-news. Dit is wat de president van de premier van Australië gewoon heeft gezegd op de nationale televisie daar. Ze heeft verkondigd dat er isolatiekampen worden gebouwd. En dat daar onder andere de ongevaccineerden in zullen zijn. Precies. In een ander bericht heeft ze ook nog gezegd, dat is jullie laatste kans om te vaccineren. En dan denk ik gelijk aan Hitler's toestand, waarin we terugkomen. En daarom zeg ik... Hoe ver gaan overheden om mensen te laten vaccineren? Ik weet niet hoe ver ze gaan. Want vertellen ze onwaarheden. Wat mij niet loslaat, is dat men verantwoording heeft af te leggen aan een bepaalde organisatie. Ja, die een verbond, die de Nagurontapu, die heerst over de overheden. Ja. En wie zegt daar, ik tek je, sluit er een deel naar de man, je af. Je bijna, ik kan dat je zeggenschap over je natie op. Yeah. En als een overheid zo ver kan gaan met concentratiekampen, zo zie ik het. Om mensen die is gepasculeerd zijn. Die mensen hebben eigen wil. Mijn vaccineren, maar nooit mijn ziekje aan sma. En tegendeel, mijn betere sma. Dan ga je te ver. En men stelt zelf dat je op een bepaald moment naar verdrukking naar onderdrukking komt. En dan kan je me voorstellen wanneer de kerken en de mensen die hun religie hebben, de religieuze organisaties, dat ze dit niet willen. Want een onderdrukking en verdrukking was al voorspeld. Zo, hoe big is massa niet bij voorspeld? Ja, dat is voorspeld. Dat je na katibo. Ja. En ook katibo ting, en ook slaaf ting, ook niet meer ook katibo. Want waarvoor ik me nu echt me ongerust, na mijn kind die ik kom op. Mijn kind die ook is een kind kan dit doen. Bijna mijn raad mijn kind, om mijn begin denk ik, van mij moet zet zijn dat mijn kind ook mijn kind voor in Apina die zin. Want je weet niet waar aan je toe bent. Je weet gewoon niet waar aan je toe bent. Ja. En op een bepaald moment gaat men je gewoon aan je lot overlaten. En daarom zeg ik,
ieder voor zichzelf, wat voor ons allen. En Amerika mag je vervolgens niet meer ingaan als je niet gevaccineerd bent. Amerika gaat me gestolen worden. Ik heb vrije toegang naar daartoe, maar mijn leven van plan voor mij gebruik van die bricolade. Ik uit het zo, omdat Amerika moet je. En op de wan zijn je dat een paradijs. En een paradijs. Na zetel voor tata okumunuja. En is absoluut een kaart okumunuja. Die dibri. Na die dibri. Nou. Na een zetel ving. Dan, als je stelde, ben ik blij. En als je een contract hebt, wel zullen wij met die smaak om vrij. En als mijn ziekte, ik ben een ziekte, als mij kom. Net onze kleine bevolking, zei ik denk dat je ook een spoeloer ook een moord doen. In een aantal gezonden. Ja. Het is nu gebleken, ik kan die zo abbewijzen dat er meer mensen die gevaccineerd zijn, en procenten zijn ze meer gevaccineerd in de meeste landen toch? Ja. Ziek worden dan anders. Nederland, dan Abrian, volg nog NOS straks. Ja. Volg NOS straks. Dit is dan Abrian. Nu volg een programma in Nederland bij de interview van jonge. Medicine, dat is wat dat er zijn, via televisie en de radio, en waarbij gewoon toegeven van nee, wat jullie van kregen van nieuws hoe lang is wat zandati, is gewoon, het was om jullie op een duasport te zetten, maar het is dit, en toen hebben ze hem afgekapt en zeggen van, sorry, we hebben de buitenwereld laten horen, maar het is niet onderzocht. Want hij onderzoek heeft voor zijn. Hij is toch een letterlijke getuige? Nee, maar het is zo gezet van. Ja, dat het nog onderzocht moet worden. Ja, maar je gaat feit, het is iemand die van want to eat, die daar praat. Ze doen alsof hij praat van horen zeggen, maar eigenlijk is hij een getuige. Ja, het is een tactiek hebben ze toegepast. Ja. Dus neem ik wel echt een specialist takkie. Dan denk ik op het lag van, maar een onderzoek het is dus. Dus eigenlijk hebben ze hem direct beschermd. Ja, ze hebben hem beschermd. Ja, tegen zijn eigen. Maar die man kon het niet op zijn hart brengen. Ja. En meneer, dat in hem go, nogmaals, meneer, hij is mijn om in hem te kiezen. Die gaat te kiezen als spoiti. Na je te kiezen spoiti, na je sabi. Maar mi etika spoiti, te mi vierdag mi doro man voor te kiezen. En if na nooit, dan na nooit, maar if na ooit, dan na ooit. Ja. Dat we te kiezen. En dan sap sa met te kiezen, zei de met te kiezen. Want als ik feit, als ik dit. Ja. En daar noem ik mijn familie mispoiti. En look de maatschappij en met no tablet. Ze maken nu capsules en bezig toch? Maar er zijn grote weer in voor nu de natrakeuze. Jozef den Dede. Elke tablet, ik moet uit dat die alleen de lepodeen zijn tegen die zijn aan de toestanden in de chemische toestanden. Maar dit moet zo natuurlijk mogelijk gedaan worden, ze hebben zelf onderzocht. Want de onderzoek met de en de shit zijn eigen aan je. Met 1 miljonair als ik het ter plaatse. Mijn geval ik moet trouwen, maar daarom mijn gojugujungu naar de andere. Mijn gofet aan de maffia. De tak de dressie, maar niet naar de maffia. Farmaceutische maffia. En je kunt jugu-jugu zomaar naar de maffie naar de man. Maar wat ik wel kan meegeven, een bepaalde Sani, en ik loop mijn schrijver ook eens dan. Ik schrijf, ik laat schrijven, ik vergelijk, ik plaats en ik zeg net als dat, dan kom ik elke keer wel met iets. In een man vadon afasen kindi. Dit zijn uitspraken welke je te horen kreeg wanneer je ouders je meegaven dat je reeds volwassen was. Helaas belandt ons geliefd Suriname in de letterlijke bewoording hiervan, maar nog hiervan en meer nog in is het niet een positieve sfeer te plaatsen. Dus we belanden in een sfeer, sorry, we aan de positief. Als onafhankelijke staat welke enorm veel potentie bezit, zouden wij ons land en volk niet aan het lot moeten overlaten. Hoe wij hier ook samenkwamen, zegt ons volkslied, dan is het wel triest om te zien dat huisvesting nog steeds een probleem is. Dat verhogingen worden goedgekeurd en dan moet het volk weer eens dieper in hun zak tasten. Marktconform, zoals men zegt, maar het inkomen van de burger is alles behalve marktconform. De wisselkoersen hebben meer ook stijgende trend. De wisselkoersen hebben ook een stijgende trend. Ja, marktconform,
is het mom waaronder alles wordt geplaatst nu. Openlijk scheiding tussen ras en kleur, waarvoor was gewaarschuwd, is nu ook publiekelijk kenbaar geworden. Machtsdronken, maar ook dat is een verkeerde benadering voor hetgeen wij ervaren, want een dronkaard wordt wel eens nuchter. We kijken de kat uit de boom en ja, weer kanti, maar het zullen de tactische, verstandige handelingen moeten zijn die ervoor zorgen dat we als natie weer recht overeind komen te staan. Een ieder voor zichzelf, maar weet, God is er altijd voor ons. Dus, ja, de Samiwan Soru Jaso, zei de Mipota Thema, en dat om de zo schrijf ik ook een loko voor schrijf, maar deze maar die zaptak zijn rechte aarde Surinamers. Deze maar die zaptak den broedu Fadonja. Deze maar zaptak den bijisma Katibodja. Deze maar die zaptak den dena Pesidja zo. Deze maar die zaptak den komitra wanja. Na sma den komite die lei. En sma die begeleid den troansan met den des soort idee. Met den en noem ik awang groep de bevoorrechte atra groep. Awang e heers over atra wang. Awang e e queens atrawang on dat toeval adeina max posisi. Maar en hoe zit dat heb ze, dan zij die dat zien, met pot alle verschillen voor naar wang zien, en hoe met wang kopen en verwerp, a verwerpelijke, a kost van dit allemaal. Maar wang geef over hoe als een systeem zou je kon vinden. Zo op nou, dat de regeer kon er. Ja. Je hebt een minister van Volksgezondheid die niets aan niemand luistert. Je hebt een president die ik kan barjagoten dat bij die taartakje en taartakje. Je hebt een first lady die etap voor de vrouwen. Ik heb een minister dat van buitenland zegt dat bijvoorbeeld een beleid die moordend is naar ons, maar heel aangenaam voor buitenlanders. Ja, het is een trekpleister die ding. En we deden zonder isolatie, zonder ventilatie kan dat. En ik heb een systeem dat ik in een maasekie. En dan een seconde maasekie, want dat ik, als ik het leren van dat ik zei niet, dat ik een seconde oude dat ik me mee heb. Dat ik een seconde maand bij kabadang, dat ik een fase. In een seconde, want je memory dat je hebt gezien, je hebt dat, je hebt en je hebt een kans. Maar someone doet in een taakje, zo'n taakje, we kijken de kat uit de boom, vanuit de boom, en ja, we kant die, maar het zullen de tactische, verstandige handelingen moeten zijn die ervoor zorgen dat we als natie weer recht overeind komen te staan. Nou, gebruik disi, voor een moxie koma kandra, ondi mo koma kandra voor een fadong. Want aan het eind van San Sifatango Sodoro gaat een bepaalde groep helemaal daar ergens neergezet worden, onder man sick no one see, en we sterven de dood uit. Mm-hmm. Ja, daarop gaat het aankomen. Mm-hmm. En elke opstand gaat neergeslagen worden. Ja, neergeslagen worden. En men blijft aan die kant werken eraan. Want bij iemand dat je naar kondre, we hebben de ernstig. Dan dat weer piep naar piep, weer piep ernstig toe. Ik vind je piep meer ernstig als met mensen met piep boe ernstig. En in die wat je voor horen kan samen doen, meer zijn dat ernstig piepen. En als je het niet doet, ga je eraan, hè? Als je niet ernstig piep, met verstand en tactische manoeuvres uitvoert, dan is het piepen. Ja. Dus daarvoor was het goed. Ja, op hetgeen wat u zei over de USA, heeft mevrouw Salomons een opmerking. Ze zegt, meneer Ramon, zo makkelijk hebben de mensen in de USA het niet. Nee. Alles wat blinkt is geen goud. Ik weet het. Men wordt geleefd. Precies, mevrouw Simons. Daarom zeg ik, het kan me gestolen Salomon worden. Ik ben in de USA geweest. En ik zeg van, misschien corona, maar ik kan het niet. Ik wil het niet. Meneer Magnac? Ja, ik hoor niet zo goed. Want ik praat zo aangenaam, dus ik wil je stem horen. Meneer Magnac? Ja? In uw noemt inleiding heb ik drie elementen, ja, eruit kunnen halen. Ja. Is, u pleit eigenlijk voor een natie. Ja. Dat is één. En tegelijkertijd heeft u het over die onderdrukking door een groep. Op een andere groep. Op het andere, op de andere. Op de anderen, ja. Op de andere. En
Het derde vraagt u, eigenlijk hoopt u niet dat het komt tot een handgemeen of schermutseling, ja. Maar u vraagt eigenlijk aan een stukje, verstandig handelen mm-hmm. van die groep die eigenlijk de macht in handen heeft om rekening te houden dat er andere mensen voor hem of voor hun hier waren en dat ja. ze daar rekening mee moeten houden. Oké, het is duidelijk, maar wat is eigenlijk, welke oplossing ziet u in deze situatie die opkomende is? Een Indiase, om het heel voorzichtig te noemen, een beweging uit de Indiase hoek, toch? En in feite een verwarring bij die Afro-Surinaamse, bij die Afro-Surinaamse groepen. Ja, en ja, ja? Ze zijn zo versplinterd. Precies, toch? Verwarring bij die Afro-Surinaamse groepen. Welke oplossing heeft u in uw achterhoofd om dit getij zo'n beetje te keren of te helpen keren? Eigenlijk, eerste stap 1 zou zijn te broeien naar Kito. Het is hergroeperen. Ja. Geschillen aan de kant zetten, bespreken aan de kant zetten en een dusdanige formatie gaan, eenheid gaan vormen om dit aan te gaan, want het is een hergroeperen, het zijn verschillende groepen die bij elkaar komen om tegen één machtsdronken één ivoren toren op te komen. En ik denk alleen een hergroeperen en ja, familietakking, door samen bundelen kan je dit tegen gaan. En niet meer op een bepaald moment zal je verschillen aan de kant moeten zetten. Biggie Fassim is. En bepaalde mensen, je kan dit zeggen, maar als bepaalde mensen machtsdronken zijn, zien ze dit niet in. Terwijl je die mensen ook nodig hebt. Ja. Zien ze het niet in. Ze verdrukken hun eigen mensen, hun eigen soorten. Want, en dat komt meer uit die Afro-groep. Ja. Daar heb je een deel dat machtsdronken is. Ze denken een plan te kunnen hebben, maar eenling is een drenkeling. Ja. Je staat op een eiland. Ja. Je zal terug moeten vallen en met de anderen moeten meewerken en meetrekken ja. om dit aan te kunnen vechten. Want on the long run, if de smadis kies overhand tap you, de stap de trouwen, de one group kies overhand tap ding, zal jij ook die tot de Afro-Surinamers behoort ja, uitgeschakeld worden. Ja. Omdat ze je dan niet meer nodig hebben. Ze hebben een plan en als dat hun plan gewoon uitkomt, ja. is het dan gedaan. Gedaan met al het andere. Ja, en dan kijken we niet naar de etnische politiek. Nee, geen etnische. We kijken gewoon naar. Ik reken zelf op meer mensen die. We kijken naar de mensen die op elkaar lijken. Nee, ja, meer mensen die op elkaar lijken, maar ik reken ook op andere mensen. Andere die, mensen. Die, en daarom zeg ik, die voor ons hier waren, ja. maar ook die zijn bijgekomen als ze het hart op de juiste plaats hebben. Juist. Heb je toch een enkeling die mee zullen werken? Ja toch? Ja. Want dat is Suriname, dat ja. hebben we gekend als Suriname. Juist. En op een bepaald moment had je dat. En had je dat ja. misva, toch, hoe ben ik aan lont naar ons reden? Dat is nog steeds zo hoor. Ja, want grote groepen van die niet op ons lijken, af en toe. Die klagen, maar nu vergis je. Ik heb u even gevolgd, toch? Mm-hmm. Het lijkt op een injectie dat wordt ingespoten in bij anderen, bij een paar mensen. Ja. Een stukje angst, hè? Ja, een stukje angst voor elkaar creëren. Mm. Want ik weet dat in het verleden, dat je, als je in Paramaribo was, dat je heel makkelijk een huis kan gaan huren bij mij. Ja. Ja toch? Je hebt 57. Nee, ik vind wat zo naar de toekamera. Toch? Ja. Wat botrari. Nee, is dat niet? Bijna ten oosterevie. De meeste mensen kan huren zo die naar hen staan. En we leven vredig met elkaar. Ja, precies. Maar nu lijkt het alsof er een
Indiase wind wordt gecreëerd. Ja, met Sodas Express naar voren. Ja, wordt gecreëerd. Ik weet niet als het serieus is of als het bedoeld wordt om politiek onrust te zaaien. Ja. Ja, maar ik heb dat gevoel nog niet dat er een probleem komt. Tussen Afro-Surinamers, ja, om het zo uit te drukken, en die groep van Indiase afkomst die nu aan de top van de regering van het land zit. Het spelletje wordt heel netjes gespeeld. Maar je bedoelt vandaar, dus op het lager niveau? Ja, misschien de tweede, derde linie niet zo 1, 2, 3, maar toch een bepaalde laag kan men goed uitspelen. Een laag dat ze meer gebruik in verstaan zou doen. En die spelen ze uit tegen jou. En je voelt het nu dat de meeste etak trafas lang is. Sorry, de etak een naar midden is niet. Maar ondanks dat heb je toch een bepaaldere laag die toch een beetje gedisciplineerd en toch een beetje geschoold zijn. Ja. Kijk, ja? Ik ga je een voorbeeld geven. Maar niet iedereen heeft op dezelfde partij gestemd. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik kom in een winkel in Wanica. En ik stap er wat ik wil gaan betalen. Vervolgens komt er een hele groep met mensen die niet op mij lijken. En die schuiven mij gewoon aan een kant en die komen betalen. En als ze klaar zijn met betalen, roepen ze die anderen die niet op mij lijken om ook te komen betalen. Terwijl jij in de rij stond. Terwijl je in de rij stond. Ja. Ik heb dat wel dat gemerkt bij mensen van Indiase afkomst die uit Nederland komen, die terecht komen, al ik denk om take over. Dat mentaliteit dat die vertoont. Het is niet alleen van Indiase afkomst. Van, Japanse ook. Ja, maar gewoon van overal. Nee. Maar merk je op. Maar algemeen, net dat was die meneer zegt, touch direct dat boom. Kan dit nog zo direct, maar hier en daar wordt het tactisch en... Ja, het wordt geïnjecteerd. Wat u zegt, het lijkt alsof het geïnjecteerd wordt. Juist. Maar u heeft niet het gevoel... Men brengt de mensen in positie. Ja, maar meneer, dan wil je wat zeggen. Men maakt de mensen van iets van... attent op iets van... Naar jou, take no. Maar meneer... Op een technische manier. Meneer Mystery. Meneer Mystery. Meneer Mystery, u zegt dat u niet het gevoel heeft dat het echt zo... heeft u dan het gevoel, ervaart u in uw dagelijks leven, heeft u het gevoel, ondervindt u het? Jij hebt de vraag weer gekeerd. Ja, natuurlijk. Nee, dat komt ook bij kijken, toch? Ik heb het misschien nog niet ondervonden, maar ik kan me best voorstellen... Ik heb het wel ondervonden in de zin van... Maar heeft u het ondervonden? Ik heb mijn dag 1, 2, 3. En ik zeg aan mijn neer toe direct dat ik... Nou, ik kom bieden, ik kom pijn. En mijn kiesman behandelen lekker, Sani, maar afast houden ze maar teken, baka en Sani. Nou, eigenlijk heeft het ook langer naar mijn gomo grabo. Dat me veel duidelijk, omdat ik getraind in dat. Mijn kies ook trainen, dus mijn pikken na ze dat. Maar mijn praatser, brada. Mijn kof dat is, mijn kies alleen dat. Maar na dat denk je ook. Die me goede me kom baka. Ja, ben bestaar. Nee, maar als dan een busje me vries aan toch? Maar heeft het nu over een... Ja, over een winkelier? Over een winkelier. Ik kan tegen Suman, ik kan tegen Vatampe Ade. Van Indiase afkomst? Ja, Indiase afkomst. Okay. Maar dat is netjes naar mij. Voor een sandy me go actie. Voor dat ik zo'n sandy ba, me ben sandy ba en zo. En go de me go, en ik stel verantwoordelijk naar jou. Aba presi. Ama aksmes bon group dat na mita ki na mi sesa ni mitenga tak manier ti sak bo a itu tu mitenga tak misere apuro koma ondro mi mar e de rekomando ansani na mina frat wo de la ka de na bahandel wa klan bo afso say denk if do na de mai mustaki trona yumi kompai op den deur na yumo afai. Daar heb ik toch. En de rekomando mo pai. Daar heb ik toch een vraag voor. En de rekomando toevallig dape. Ja. Nas masano dies eng. Je hebt de oplek slaven. En je zag heerschappij dat bedaar. Smalik en dapper, maar dat doet chim. Sani. Maar niet allemaal zijn zo hoor. Dat moet ik je wel toegeven. Ja, want ik heb het zelf. Je hebt mensen die van Indiase afkomst zeggen, go, dan alle liefde die mij behandelen. Nu zeggen we Indiase afkomst. Indiase. Ja, ik weet het, maar eigenlijk zeggen we Hindustani. Hindustani, want het is een beetje raar om mensen te noemen. Je hebt heel lieve en aardig Hindustani in Sani. Oké, okay. Vooralsnog maak ik dat meer gelukkig. Dus dit
Ja, dit waarover we nu praten, heeft te maken met verschillende personages. Ja. Toch? Het is niet bij ieder, maar het kan zijn dat je iemand tegenkomt die dat gevoel van overheersing heeft in zich. Mm. Ja? En probeert dat te etaleren over... Maar het wordt van ergens gevoed. Het wordt van ergens gevoed. Je voelt het duidelijk. Ja. Het zijn geen gewone kerels. Het was er eerst niet. Het zijn heersers. Dus mensen die... Ik heb hun campagne zo'n beetje gevolgd voor de verkiezing. Was Martijn niet af, joh, dit is een film. Mm-hmm. Persoonlijk. Joh, dit is een film. Ja, voor de verkiezing. Dat me gona RGD na Dadra. Dat want Dadra, want to Dadra dat ben. Van in stans aan de solidariteit. Zo in tak na de patiënt, zo in tak na de, zo in instrueer de. En in zo'n patiënt op Bribi. Meestal in een arts toch? Ja. Helemaal. En dat was hun systeem al. En toen had ik het al doorgegeven. Maar de filosofie van partij me me hang aan. Onderschatting. Toen meteen zeiden ze, lauw, toen al waren mensen aan het werk. Ze hebben zeker 3 jaar voor de verkiezing continu hier aan gewerkt. Okay. Ze hebben continu erop gewerkt. Yeah. En zij kies nu dit. Okay. Met allerlei trekjes erbij. Okay. Als we de cijfers zo'n beetje in ons hoofd kon je proberen terug te roepen van de verkiezingen vanaf, was een kleine jongen, 69, tot nu, dan is de partij die aan die mensen toebehoort, of waar die mensen het meest zijn, is die partij altijd uit een verkiezing gekomen met 8 tot hooguit 9 zetels. Ja. Toch? Ja. Maar de afgelopen verkiezing van 2000, zijn ze met hoeveel? 20. 2020. Ja. Van 20 zetels. En dan vraag je af en toe, hoe komt het dat ze zoveel zijn ineens? Er is heel wat geborreld en sluw. De mensen zijn sluw gepakt en er zijn heel wat handelingen gepleegd. En ik weet niet waarom mensen niet. Volgens mij heeft men het totaal, al het hele systeem toen zover gekregen dat er geen onderzoek kon plaatsvinden. Ik zag dan die agressie tijdens. De stemtelling. Agressie om dingen te bewaken. Zelf meneer Brunswijk, die nu vicepresident is, ging af en toe checken. Wat moest je daar als partij? Die moet je naar Westrijd, naar Schiet. Dat is ook niet normaal dat men dat deed, toch? Nee. Ja. Nee. En hij was steeds daar ook. Was het voor het eerst dat het er zo toe aan ging? Ja, voor mij was het voor het eerst. Meneer Rutte gaat toch mensen bleven daar hangen omdat men wist wat men had gedaan. Juist. En toen al hadden wij eigenlijk moeten opkomen, als ik zeg wij, en dan meteen alleen in van partij, en dan niet zo. Hoe ben je agressief tegenover? Maar daar tegenover hebben ze veiligheid waarborgen. Nee, de rokken, alle vast in pakken. Nee, ik bedoel, ze hadden de veiligheid moeten waarborgen. Ja. En dan ga je zeggen van, samen, die zijn takkie, maar alles maar zijn takkie, ze hebben ook met demonische krachten dingen te werken. En dat heeft ons de das omgedaan, de porselanandoti. Ja. Maar, alles aan van pisting. En nu een keerpunt die we weer nakken voor Seranandoti, maar ook toe, die meer nakken te krijgen, Als mijn brieven in wat leiderschap dat moet doen, zorg niet dat je bent het waard. Ja. Dan is het tijd om op te staan, maar na leiderschap dat je waard. Allen die nu schreeuwen om honger, om onrecht, om pina, om wat dan ook, gezondheid. Om tekortkomingen, om huisvesting, om wat. Meestal van je dan soort kleur naar jou. Allemaal meer roepen op. Hoe kom op nu voor hoe kon ik op pressie? Ja. Oké. Okay. Meneer Magna. Ik heb zitten nadenken gisteravond. Want vanwege de regen. Ja, het heeft lekker geregend. Ja, en ik sliep. Heel vroeg in bed gekropen, maar niet geslapen. Oké. Okay. Toch? Dan je berekenen
Dan vanaf 1969, dan die eigen kon bij kring met Kimoy, heb ik geteld Jopie Pengel. Ik heb daarna geteld Setni. Daarna volgde Aaron. Na Aaron Venetiaan. Na Venetiaan Bosje. Na Bosje Boutersen. Zes presidenten van Shankar. Shankar. Zes presidenten van Afrikaanse origine. Die Suriname hebben geleid. Ja? En vanuit die Indiase hoek heb ik Ramdat Mizir, Shankar en nu Santokhi. Toch? Dus 6-3. Gelooft u erin dat een president uit die hoek van die Afrikaanse originele blok een ommekeer zou brengen in het wel en wee van, de, van ons? Ja. Van ons? Ja. Toch wel. En je, we willen niet dezelfde stand van dat we beter zijn, maar het hangt soms af van de inborst des persoon. Maar toch wel, als je naar de verhoudingen kijkt. Want eerder hebben we dit niet gekend, ondanks zes waren. Is er toch een gelijkheid geweest van, er was geen onderdrukking. Mensen werden in posities geplaatst. En ze werden, en zei ik nou boek had die troep, is had maar dat nou een takje dongo tik wraak tapusma, takje, omdat er een president zou zijn van Afrikaanse afkomst, takje dan om tik zo houden. En dat is nooit eerder vertoond dusdanig. Ja. En tegen die heeft mij opgeroepen voor. Ja, en tegen die heeft mij niet nagekeken naar hun eigen mensen. Maar wat. Ja, denk ik. Ja, men heeft niet omgekeken naar hun eigen zwarte mensen. Zoals nu. Bijvoorbeeld de Aziatische, of zeg maar de president van Aziatische afkomst, van Indistanse afkomst, toch naar zijn mensen kijkt. Op de manier zoals hij naar zijn mensen kijkt. Mensen kijkt, ja, precies. Hebben onze mensen niet zo naar ons gekeken. Kijk maar alleen naar Para, onze laatste president. De eerste was van Para, de laatste was van Para. Pengel was van Para, Pinichan was van Para. Para is nooit wat geworden. Para u de sofara, mi besa tamaronya sa pakara. En fino lukbum, u ofen wawa awaranga anyumara, ma para no etron agron tapu so ben ding fu tamara. Para ni etron me ete. Pasa ita kataki, u ofen wawa? Wawa lis wofen wawa anyumara awaranya, ma para no etron agron tapu tamara. En voor een tamara zo was je na een gelijkheid en ieder vooruitgang. En als mijn man jan drie moe man vind je om man. En deze moet ik, ja. Onaf taku din was super ting, voor een tapu din was moeilijk ting. Maar ondanks dat nooit Srana viering. Weet u dat in de Tweede Wereldoorlog Srana bij ondersteunen Nederland voor Talibi? Ja, ja, ja. De hele boek zit in Krosi. Maar ook Krosi, Alassani, Ubezen, Gotapu, Jansani. Srana, Ubezen, Alassani, Gotapu. Maar de hele boxietindustrie heeft gewoon alle vliegtuigen. Ik ben naar Amerika geweest en bepaald precies weer rijden daarbij naar Florida. Fort Lauderdale. Daar is voor mij daar. Is hier de mooie passen aan het zijn. Ook shit naar staan is mineralen naar staan uit Suriname met die de staan is later en zo niet dat de passeren dat en dat op Suriname jij rijdt ja zo en if na behoorlijk zijn bouw daar en zo ook Nederland is op Surinaams bloed Surinaams zweet Surinaams geloof Surinaams alles wat Surinaams is het gebouwd en staat daar al die mooie steden en Teresma Etaki. Dus volgens mij voor Surinamers die Suriname, voor acht Suriname, no. Ugonyam is mijn broeder en Shweti samen naar de wet mandrape. De goede niet nagesproken natuurlijk. Maar ja, Suriname die voor acht Suriname, Suriname die nog zelf, zijn Suriname in en zijn Suriname viering. En zijn Suriname voor allemaal in Nederland. Naar dwingen, onder dwingen. En daaraan moeten we gaan werken. Een leider die gewoon. Het kan dan een, zeg maar, Aziatische of een niet op mij lijkende leider zijn, maar een leider zijn vierlijk, staat in trouwen bij vier. Ja, een feeling daar volle.
Waman die tijd wakker, alles mee hoe lang aan vast zijn horing. Maar dan niet alleen voor zijn eigen etniciteit, maar dan voor verschillende iedereen. Ja, voor iedereen. En die heb je. Je hebt ze weliswaar. Maar iemand die op, wanneer de kalf verdronken is, naar oude roep, dan kom ik wat inheid. Ik heb niks daaraan. Ik heb niks daaraan. Was maar zo'n ja bigi fasie was fasie man om aan korte kangen in nog smaf you of je maakt afspraak maar in een hoor in dat no wat van je maakt afspraak ja dat alles maar if was maar taki dus maar taki en drie maar alles maar zo'n taki na was aan het eten taki amande in Afrika dat pei jou wat jaren van iedereen ja iedereen taki fasie dan daarom met taki iedere se self corpus alleen dat dat ondie sap taki no fetik moet onder akati body si dat pak aan. Om pak aan en mijn taks van wat ik wapen als man dit dus of dat die. Ja. Maar aanpakken wil zeggen, je zal zeker aan een bepaalde. Ja, uit deze situatie te geraken. Ja. Want als deze situatie over meester Unu, dadelijk jij je retaki, ik vader om in Haiti aan ben kan stemmen met de huidige regering, kan het 20, via P kan 20 stem zetels, ben ik met de Gado Wansabi. Hoe kon mevrouw Matura dat halen in Paramaribo? Maar als dat is zo, dan krijg je de poppen aan het dansen. Maar onze poppen gaan niet meer dansen. Doffle of doffado. En zij ook eens naar boomvoorbeelden, olifantbeelden en andere soorten beelden. En dat soort beelden, kalimai beelden. En wanneer ik dat trouwens maar geloof, maar zijn nog boom, no boom. En zo voor zo'n multinationale samenleving, een multi-etnische eenheid, is dit niet goed, is het niet gezond dat er een alleenheerser is. Ja. Kijk, ik heb verleden een vraag gesteld ergens over het samenwonen van ons in Suriname als een staat, toch? Als een volk. En men heeft me misschien niet begrepen. Ik heb gevraagd, als wij in Suriname zoals we hier samen wonen, we kennen die oude vlag nog, een elliptische ellips met sterren, verschillende kleuren sterren eraan. Ik denk dat die ster, ik denk dat die vlag in feite het beste wilfaven was van Suriname. Ja, het spreekt mij meer aan, ik vind het apart stand op me. Men leeft eigenlijk in een droom, in een droom dat Suriname in feite een natie is. Maar Suriname is nog geen natie. Nee, hoor. We zijn nog lang niet bij Guyana. Omdat we in feite naast elkaar wonen in vrede. Ja. Maar nu komt de politiek, die realiteit eigenlijk aan ons presenteren van dit land is nog geen natie. Jullie wonen wel in vrede naast elkaar. Maar jullie moeten nog groeien naar elkaar toe. Ja. En dat ontbreekt er. Die vraag toch is van hoe denkt u eigenlijk om zo een verlangen in feite gerealiseerd te krijgen dat Suriname, dat Surinamers, wij Surinamers, zoals wij hier samen wonen, een natie gaan vormen. Sterke leider, een heel sterke leider. En met een sterke leider denk ik dat het woord daadwerk wordt toegevoegd. Ik laat de zaakjes wat het daad zal moeten zijn. Ja. En alleen zo kan dat. Omdat er, als je nu echt goed oplet, dat men een bepaalde strategie aan het uitvoeren is, die is niet van wie afweken weet. Ja. En daarmee moet je rekening houden. En het rekening houden is dat die je niet eruit wordt gelegd of je leider of wat dan ook. Dus een eenheid moet een leider moet drangen en een eenheid neemt bakken. Dat die hoor rekening afvrees dat je niet de man die zich otang mis zou doen aan koffie. Dat gaat men. Men gaat dat een beetje in. Je gaat tot inkeer komen? Ja, om niet door te drukken, wat men probeert door te drukken. Maar als dat niet gedaan, als men dat niet gedaan kan krijgen, dan hebben we wel een probleem. Dan krijgen we niet die eenheid. Want mensen zijn bang. Even bang gemaakt. Ja, mensen worden bang gemaakt.
En meneer, ik was aan mijn vrede. En of te, ik begin al haratte dan traman toch kog na pa bakademan. Want voor haar en na 1, 2, 3. Ja. Na 1, 2, 3. Maar, en te dat haratte, en zo tot te en fa, dat was als je. Maar, na voor aanpak voor een sterke leider. En geen leider die een dubbele agenda heeft. Ja. Want een leider zijn het thema dat hij de voorbeeldige leider, leiderschap, dat hij dat zo, maar op den duur je zoekt voor tjamoros versplintering komt. Je bent geen leider. Ja. Want leider die, te min na kwam dossier op, dan is dat hij de debet aan zijn traman doet die nu het dagelijks schuwen. Dan. In ook een tijd dat je een verbeterde leider is. Te volgen. Ja, het is te volgen toch? Je kunt zien als je aan de Koesewijnen voorbij straat voorbij ging, ja. Dat ligt de huidige massa erger van de autobedrijf en zo. Als je een beetje auto serie. Ja. Tegen hoe je de auto moet, die is mijn serie. Wees nu aangehouden. Ja. Dat 1, 2, 3, dat TV. Na nee, zoeken, na nee, meki. Ja. Maar je bent geen voorbeeldige leider. Ja. Dus er zijn genoeg. Aan kwaliteiten. Ja, die we kunnen. Voorbeeldige leiders. Ja, die een groep kunnen vormen en het roer kunnen en aan de kunnen nemen. En dan ondersteun ik zulke harden wel. Dat zou ik willen weten van meneer Mystery, want u heeft die hele mooie vraag gesteld. Bent u het eens met meneer Maknap? Of hoe zou u een Suriname kunnen. Hoe denkt u dat Suriname tot een natie gevormd zou kunnen worden? Zin. Heeft het zo mooi gezegd, toch? Is het door een voortdurende leiderschap, toch? Suriname was bezig te groeien tot een natie ten tijde van Jopie. Ja. Toch? Om jou, bij de man, alles maar bij lobby, toch? Japanese bij lobby, Chinese bij lobby. Abene, toch? Je ziet? Hindustani bij lobby. Ik heb wat tafsier daarbij de buskondres, maar. Alle de 10 zetels, look, neem maar makkelijk voor. NPS had alle 10 zetels van het binnenland. Toch? Ja. En nu, vandaar dat NPS niet meer kan groeien. Omdat die mensen hun eigen partij hebben. Niet op waarvoor ze stemmen. Dus NPS zal het moeten zoeken in het kustgebied van voor wat die zetels betreft. Ja. Toch? Dus het gaat bij mij erom dat die charisma. En die leiderschap er moet zijn. Ja, niet alleen die charisma, maar ook die ontwikkelingsvisie. Mm-hmm. Toch? Ja. Mensen moeten in elkaar geloven, en die leider kunnen geloven. Zoals Joopjes toen ik het hoorde, Fata Morgana, hij heeft van dat woord. Ja. Ik sta en ik zie, ik kijk en ik zie een horizon. Het is geen Fata Morgana, zei hij. Ja, hij zei het ook dat hij er niet voor staat dat een andere groep onder druk. Precies, toch? Dan zeg ik van als er iemand is die in staat is om die vibratie te hebben om ons te boeien, niet alleen ons te boeien, maar ons daadwerkelijk te geven wat nodig is om die ontwikkeling teweeg te gaan, dan moet het kunnen, een leiderschap, een sterke leiderschap, die ons moet leiden naar, toch? Waarom kan het in Japan, in de kortst mogelijke tijd, Japan ontwikkelt zich tot een economische wereldmacht. Ja. Toch? Ja. Singapore. Maar niet over militaristische wereld, economische wereldmacht. En Suriname is een rijk land. Ja. Als je daar, in steden daarvan, maken wij andere landen rijk met onze grondstof. En dan heb ik nog een vraag voor u. Ziet u zo'n leider in Suriname? Er zijn leiders. Er zijn. Maar ze moeten zich profileren. Oké. Ze moeten zich profileren. Die potentie zit er zeker. Ze moeten zich profileren. Je moet even zeggen, papa, ze is de juiste leider. Steven John Chinaton. Meneer Chinaton, noem ik helemaal conchimie. En ik ben een geestelijke leider. Daarna, ik denk me op een geestelijke leider. Maar ik ben nog steeds geen
politiek geïnteresseerd, dat ik niet in politiek geïnteresseerd ben, want als je niet met politiek bemoeit, zal politiek zich met jou bemoeien. Maar ik maak deel uit van de gemeenschap en ik heb volgers ook. Dus ik ben niet de persoon die zegt van, ik word minister de video een partijleden of troon president of zo. Maar een bakawambu-leider, wambu-geestelijke leider moet naartoe. En dat wil ik wel helpen ondersteunen als geestelijke leider. Een bakawambu, politieke leider, zou ik wel willen staan. En ik heb me als geestelijke leider ook aan bepaalde dingen te houden die niet meegaan altijd met politieke beslissingen. Want soms moet je partijdiscipline gericht zijn aan discipline van partijen voor bepaalde zaken. Zoals je afgomen aan een strikjes en zo, dat is politiek eenmaal. Het is een wetenschap, maar je moet het toch met een beetje variatie gaan voeren. Met normen en waarden, maar hier en daar toch een valstrikje zit daarin. En mijn contra eet, die altijd moet mijn varen mee naar dat. Zoals mijn man tegen mijn politieke leider dat je, als ik weer goed werk, af want je zo niet trafas. Dat nam ik mijn positie. En. Wordt je voorstemd op meer, hè? Maar dan moet u zich even kiesbaar stellen. Nee, ik ga me niet voor. Ik heb even een vraag naar aanleiding van waar we het net over hadden. De huidige president. Dus, u had het, meneer Mistri, u had het net over Jopie Pengel, die een Fata Morgana. Zei het ging over Fata Morgana. Hij gaf mensen een toekomstperspectief. Nou, deze huidige president heeft in zijn propaganda ook mensen een toekomstperspectief gegeven. Mensen zeggen, het gaat slecht in Suriname, wij gaan het beter doen. We hebben een plan om het beter te doen, iedereen gaat het beter hebben, de prijzen zullen minder hoog zijn. Hij heeft een beetje hetzelfde gedaan. Uiteindelijk, volgens mij mag ik dat wel zeggen, want we zijn nu een langer dan een jaar verder, blijkt dat hij niet helemaal betrouwbaar was in zijn, dat bedoel ik toch? U weet wat ik ga vragen. Ja, dat bedoel ik toch. Het moet iemand zijn die charisma heeft om ons te boeien. Maar het is meer dan charisma, dat komt ook betrouwbaarheid. Het moet iemand zijn die ook betrouwbaarheid heeft om ons tot waardebesef te triggeren. Juist. Toch? Je moet niet zijn als iemand die ons dingen belooft en achteraf komt met andere trucjes die we wel doorhebben in de korte tijd. Ja. Dan lukt het niet, toch? Dan lukt het niet, dan toch? Dan ga je niet naar natievorming. Waar ik het over heb is, ik neem voorbeeld als Japan, die na Hiroshima, het is de Tweede Wereldoorlog, na Hiroshima, kijk maar in de korte tijdsbestek, is Japan geworden een economische wereldmacht. Ja, zeker. Toch? En ik zei nog, Suriname heeft heel veel grondstoffen. Suriname heeft heel veel potentie. Ja. Maar wat doen we ermee? We maken andere landen rijk ermee. Ifiri, vandaar dat ik las in de ware tijd over die Nederlandse premier, de ware tijd van gisteren, toch? Dat er geld is gepompt naar Suriname, maar toch? Wat ermee gedaan is, waarschijnlijk is Suriname wel ontwikkeld, maar die ontwikkeling is ten goede gekomen aan een elitaire groep. Ja. En dat moeten we niet hebben. Juist. Het gaat om die totale ontwikkeling van het land. Iedereen moet een deel van die centjes in zijn portemonnee of op zijn erfstien. Maar wist Nederland dat niet? Dat zou gebeuren? Want Nederland heeft ze ingehuurd als het ware. Om gedaan te krijgen wat zij dachten zo makkelijk te kunnen krijgen. En op Tjefis toont die Nederland weer een schwaarie dat je benauwd Nederland moet. De rokoman vinden, maar klara rokoman. En als je hiervoor leent, Sranang, ik kan sabi, ik kan toch fijn wanneer Sranang onjam jou. Want je verraadt Sranang, ik Sranang Ching. Dan kan je zijn Aziatische afkomst, Afrikaans afkomst, of wat voor afkomst dat ook mee geboren, Sranang, ja Sranang Ching. Jou no mag pre verraad. En verraad onjam jou op den duur. If Hitler vado Sranang jou. Ik bracht iets naar voren over iemand die ons kan triggeren tot waardebesef, toch? Ja? Waarom ik dat zei, is omdat er nu een geest is, of heerst in Suriname, waarbij als zou men die ontwikkeling teweeg brengen,
die Surinamer, die doorsnee Surinamer is dusdanig ingeborst dat iedereen probeert om voor zichzelf iets vast iets te pakken. Waardoor Assanes die ontwikkeling stremt. Dat ding komt niet tot volwassdom. Snap je? Dus, ja, dus die, samen. Dus je zeggen dat de armoede dusdanig is dat mensen even niet in een wij kunnen denken, maar meer nee, men denkt niet in een wij situatie. Het is meer ikke. Toch? Egoïsme is dan boventoon gaan voeren. En ja, verdeeldheid. Dus ja, die leiderschap die we nodig hebben, is iemand die door zijn doen, door zijn charisma, door zijn ontwikkelingsvisie, ja, in staat is om die individuele burger, die individuele Surinamer, dusdanig te bewegen om te gaan denken in die wij-situatie. Wij doorvoeren in het onderwijs. En doorvoeren in het onderwijs, in alles. Je ziet het ook in de sport gebeuren. Dat men niet meer tot grote prestatie durft te komen. Of de inzet is daartoe niet meer. Neem bijvoorbeeld het voetballen. Onze voetbalbond is dusdanig deskundig dat dat klein boom, dat boom, die boom die bezig is te groeien, dat ze hem gelijk hebben bespoten met Gramaxo. En tot daar heeft de huidige politiek. Tot daar heeft die huidige politiek invloed. Zie? Dus die ontwikkeling zelf zien ze niet. En ze hebben die fout gemaakt, onbeschaamd, om zelf ook iemand die op hun lijn, helemaal vanuit een andere land, daar te plaatsen. Dan zie je wat de drang is. Dan nog kan ook aan het om in elkaar brieven morgen. Je bent uitgeteld. Die oud, al ik toch weer prijon op voet of prijon, ik ben buiten de street, die oud, klaar. Meneer Hans zegt: betrouwbaarheid krijg je door je ervaring, deskundigheid, visie en empathie. Daar ontbreekt het nu aan, onder andere bij de huidige wannabe-leiders. En meneer Steven Chenaton zegt: de wereld heeft geestelijke leiders nodig. Want ze mogen en kunnen niet liegen. Dus eigenlijk zouden de president onder de zwering moeten komen te staan. Dat zou ik zeggen voor iedereen. Ja, maar ja, heel echt. Maar je moet leren uit wat je overkomen is, dan weet je beter. Je hebt een minister die wel een record heeft gebroken. Hij is niet gereshuffeld. Hij is de eerste minister die dusdanig. Oké, dan. Hoe heeft hij het gedaan? En niets dan positief. Ik stond daar en hij heeft het gedaan. Ja. En ik ben helemaal naar zijn roots gegaan. Ja. En hij heeft het bewezen. En ik mag je zeggen, een heel integere man. En mama zei, doe als op. Heel intelligent. Welke minister is dat, als ik mag vragen? Edgar Dikan. Hij heeft het pretty. Ja. En nooit. En weet je, zo mensen maar nog sabi, hij is heel bescheiden, maar vele zijn voor binnenland, troubles in binnenland. Edgar Dikan, bingo. En Tasaka, Abagar is maar hij komt van volgens mij uit de bed. Ja, uit de bed. Maar ook toe, een man als Sabina is een heel. Ja hoor, Ronnie. Beb heeft voor alle Boesnengere partijen. Tentak Boesnengere, Minetak Maron, maar nakomelingen. En tegen bijna de man dat Boesnengere is mij geboren, ja, voor te noemen. De afkomst naar Boesnengere kon er maar. De nakom voor te noemen, ik kon ook. Want dat is niet geboren. Adim geboren, dat is niet kan voor te noemen. Dus Jimmy en Obe Stawa Wang gewoon. Dan. Voor alle de partij, dat heeft de meeste voor het binnenland. Met bijna zou je zeggen, lichtjaren, aan de intelligentievermogen en denkvermogen zijn dat ABOP. ABOP ne mag niet pas even. En als mensen hadden daar die toch naar school zijn gegaan, nou, want dat is als voor een doen die ding. Want dat neem je voorbeeld van als een mevrouw Amafu. Die punten die. Ze is goed ontwikkeld, maar een bijdrage van, dan ben je niks in politiek. Die punten die meneer Paters aanhaalde, die zijn dan, lijkt op die dan missen. Volgens mij empathie, betrouwbaarheid. Hij zegt betrouwbaarheid krijg je door ervaring. Ervaring? Ja. Sorry. Dus empathie was even. Deskundigheid, visie en empathie. Ja. En dat zijn die punten, zeg maar, die het verschil maken tussen de leiders. Nee, maar tussen de wat we nu vergelijken met de BEP en de ABOP, tussen de moet ik zeggen, de hoofdleden nog van de BEP en de ABOP. ABOP heeft weliswaar jongens die naar school zijn gegaan. Ja, maar die empathie. Maar ze kregen, en ze kregen
ze zijn heel enig in hun denken en zo. En ze worden geleid door een iemand. Het is, ik zei het al, een bombige snikje om te eten. Of voor een snikje om te zorgen. Want je hoort ze niet in het parlement opkomen voor de volksbelangen. Omdat ze maar misschien voelen ze ook niet mee met het volk en denken ze van de noden zijn niet zo hoog. Want anders zou je ze horen. Ik denk dat het toch wel anders zit hoor. Ik denk dat ze op een gegeven ogenblik ook een beetje Als jij wat zegt dat niet strookt met mijn ideologie. Ja. Dan lig je eruit. Ja, maar dan ga je er maar uit. Dan ben je een goede volksvertegenwoordiger, want ze hebben allemaal een eed afgelegd. Wat dat betreft... Ja, maar ze zijn bang om eruit te gaan. Nee. Ja, dan zijn ze geen goede volksvertegenwoordiger. Dan ben je geen goede volksvertegenwoordiger. Ik maak me zweer dat je dit afvalt dat je. Ik maak me zweer dat je dit afvindt vicepresident belang in hoe dat je. Ik maak me zweer dat je dit afpresident dat je. Ik maak me zweer dat je dit afvalt dat afvalt belang. En dan te afvallen klagen die, dan kon je op je afvallen. Ja. Daarom zijn het gescheiden machten. Juist. En dan zou je evenwicht krijgen dat je roept. Dus maar de uitvoerders of dus maar zijn wanneer regeert tot orde. Maar dat doe je niet. Je gaat samen met ze mee omdat je afhankelijk of je vrijdag smaus kopie of smaus maakt. Ja. Of je nog kies one bands of je nog kies DC of je nog kies dat dan soort lopen zijn dat heeft. Maar ik kan ook zeggen wanneer. In het tweede parlement, want dat hoor ik, kei harde zaken worden daar neergezet. Ja. Recht to the point worden daar gediscussieerd. Discussie, dat is een keiharde discussie. En de tegenminister-president gewoon dat hij doet een lei. En de bewijzen dat hij een lei. En hij moet zich komen verontschuldigen. Maar in een konangas soort verhaaltjes koeken, lei moro ju. Aan elke leugen heb je andere leugen om het te dekken. Juist. Om de andere te dekken. Dat blijft liegen. Je blijft liegen. Eigenlijk kunnen we zeggen dat je ziet vanuit de samenstelling van het parlement en ook hoe mensen zich gedragen daarbinnen, is te zien hoe niet Suriname een natie is. Dat is een beetje een weerspiegeling van de apartheid binnen Suriname. Suriname geen natievorm. Ja. Dus elke soort apartheid, wil je bijna zeggen. Mensen zijn allemaal, iedereen doet zijn eigen dingetje. Mm-hmm. Ja. Ik denk, Sranang moest denken, zei je, hoe bar Sranang, met die Sranang de Sranang. Ja. En er zijn genoeg, de dat je heeft passie lang ook Edrea bom. Mm-hmm. Ja toch? De passie langer okro en drena bom. En a passie en langer toen ze er moeten stappen ondernomen worden. En die stappen, die moeten tactisch worden ingezet. En voor ze, ik kies hier schrijf, afvlot moest daar minder aan liever. Te denk ik schrijf dat afvlot, ik ga naar tras ik voor aan zo. Je zou wat tang naar wansi, wel telek afvlot na uit elkaar panja vloed komt ik voor dat u dedegwe. En a dede die wat dedegwe, zede je dedegwe, je hebt schuldgevoel dat je niet met je kin kon ontwikkelen. Je kin vernietigd door systemen en toestanden. Me, if you want trigger me voor doosan is aan eigenlijk nafsa naar mijn kin kom. En van je kon naar mijn kin door mij te onderdrukken of het systeem te onderdrukken waarbij ze niet tot ontwikkelen of tot veilig of wat dan ook kunnen komen of persoon. Want nu je verzeer een heel systeem en als dan heb je weer sma ede. Dus dan. Van hieruit met baarden, de verborgen talenten die de, maar ook de huidige leiders die kang abi a charisma voor charu gepom de, met een beetje onderneem stappen, ono de klaar ikaba. O de po moest go, na de beetje chau waka, da we waka baka den. Want Jimmy ano moeilijk voor dat die, da san kaba, de na sar kaba. Als ik van kankar wou winnen, pre no no. Als ik kankar wou winnen, pre to. Maar, om dit te zien, je gaat voor iets, dan kijk al die afstanden, die Sansan Kong, meneer Piqué, meneer Feller, meneer Dis, alles maar vrede en brok was. Ja. No, misschien meneer. Maar, dan is er een kong na wang, takasani, sa sambla. De poten, de chewaka. En de waka onder een bepaalde zijn, maar nog een soekoef trong asani. Dat sayum trong. Juist. Maar had de held niet uit gaan. Het volk maakt je dan de held. Tegenover het volk maakt je een held. Jij mag niet zelf zeggen dat je held bent. Zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. En daarom meteen de herhaling en nog de herhaling toe.
En gomit wan yung partij nou op een contact je kunt doen, hell no, het gaat je niet lukken. Amazon Queen zegt, meneer Ramon, maar de president is naar pastor Steve Rijmen geweest en heeft daar zijn belofte gedaan. Ja, welke president? President. Zoals de minister van Volksgezondheid naar meneer Albert Abukoni de Graman, dat zijn makas nu pas is geweest, die den shitaki San Diego. Samaka die de vendeur heeft naar Abuskondri de vendeur te kan en een Samaka in de mokko. Nee, gewoon is allemaal one jote. En meneer Steve Rijmen, Mickey, president, praten om. Ze zegt de huidige president. De huidige president. Maar als je een Bijbel in je aan en hoe zit het een Bijbel? Dus het hangt van hem af. Ik heb niks van gehoord. En is dat zo moeilijk, Sani, Jana? Ik heb er niks van gehoord, maar ik denk, maar ik hoop dat dit zo was. Hij was heel duidelijk. Dat want alles was aan die want ik was aan die van van was aan de president, ik persoonlijk neem voor kan. Broke free. If at this moment, I think ik denk het niet. Ik hoop het niet ook. Het zou, waarvoor zou het ook nodig moeten zijn? Ze zegt dat was voor de verkiezing. Voor de verkiezing, maar nu was dat nee. Nee, ja, nee dan heeft het geen. Ja, het is een andere Rijmen die daar is nu. Ja. Het is een andere meneer Rijmen. En we hebben hem opgeroepen keer op keer totdat hij op het plein is geweest. Het is niet te vergelijken. Het is De situatie nee. Is compleet nee. anders. Ja. En hij heeft zich geprofileerd ook dat hij meneer Vrede Midja. Juist. Omdat ik hem ook uit een andere discipline ken. Ja. Na zelf de Steve Rijmen dat hij. Hij is MPR geweest. Maar hij heeft niet dus, gehapt. Nee. Dus, hij heeft niet gehapt. Anders was hij ook in de coalitie. Juist. Ja, anders was hij ook in de coalitie, maar hij is niet gegaan. Ja. Hij heeft nog steeds. Hij heeft ook zijn eed afgelegd. Hij heeft de eet afgelegd en hij weet wat geestelijke eet is. Ja. Mis miang in een jaar na wantafra, maar na wanga de sorgu van nyang, duwe nyang. In een jaar vergeet dat mijn nyang, min een jaar vergeet dat een jaar nyang. Na nyawe nyang futalibi. Dus, en nabi tufa, na wamma bohudringi, a wangru weer was zo. En dat men is Rijmen sap moro minangai. Want in Grasma gesierst je normaal wisse uit. Nee. In de mooiste uit, mij zei dat hij de samen dat hij de naar mijn grasma met mij de samen en grasma met kade in jeje eet din. Ik van mij din in jeje. Alleen heb ik geen inspiratie dat ik mijn godron president of de standaard. Want ik kan je zeggen, ik kan vergelijken bijvoorbeeld naar een huidige. Of kom nog dat bepaalde zijn. Kom nog even voor een vergelijking dat hij. Ik eenmaal niet dat ik stel van aan te a. Maar soms leek je Estefa meneer Mystery bij. Het ruikt lekker van honger. Ja, er wordt lekker heel gekookt en we hebben honger en we ruiken het. Nee, niet hier. Janke? Nee. Ze slaapt. Oh, het komt van een andere huis. Kom bij u nog? Volgens mij bij mij wordt er gedaan. Ja, beter bij opstaan. Mensen, ik ga. Oh, via de hoofdkeuken. We hebben de hoofdkeuken, we hebben keuken zo. Ja, en de hoofdkeuken, en het ruikt heel lekker. Ben hem nog maar tak morgen, kijk, wat hij loont, ja zo. Nu vergeet politiek, nu vergeet alles op tik. Ja, maar dat is ook wel iets dat Surinamers probeert, lekker eten. Dat is wat ze zeggen overal op de wereld, maar iedereen eet, iedereen lust iedereen eten en gerechten. En dat is wel wat. Ja. Surinamers toch weer tot een natie maken als ze aan tafel gaan. Ja. Maar de liefde van de man gaat door de maag. Maar dat die, Mickey, op den duur, de regering of vader, want Surinamers over het algemeen, op een dotie me brina, een mafa dotie voor Surinamers, een masranan, een man dan zonder uw prisieri, een man dan zonder uw bonyang, een man dan zonder uw sirefi, en uw lobby uw sirefi. Helemaal. En daarom maak ik niet op toch brieven dat ik op de deur als Frans zou roepen heel voorzichtig op. Want zeiden we het weer zo, en om dit te maar roepen op dat opstand tegen de regering. Nee. Naar regering verstand dat ik opstand ook kon tegen. Daarvoor we was gewoon regering dus aan 65ste witje die zie. 65, ja. Na 65ste aflevering, onafgebroken, we was gewoon. Ja. We was gewoon tegen zijn en was maar die no SRB, no Mawitje.
Maar was maar de SRI, die SRIB, dat hebben ze wel iets zonde. En zou we doen, we attenderen, we. Ik ben 60 minuten lang als mijn tijdje aan het is dat het overval je. En als mijn kans ook aan school, dan zou ik naar SRIB. En die sabi weer trang en sabi de zo. Maar soms maar ik dat ze gaan er mee van door, toch door man kon tegen Sani, al misluk je. Want als je in kleine getallen dit wil aanvechten, gaat het je nooit lukken. Het is een bundeling die dit kan aanvechten. Een bundeling, nationale bundeling. Een nationaal beleid. Ja. Van ieder afkomst, ieder, ieder ras of welke. Ieder kom af. Kom af, ja, idee. En tronsrana samen en je fai asanisi. Want dit is een stompoïsie srana abi. Arregeren een stompoïsie. En een puisa poïsie die spoor. Dat is ons probleem nu. Of moet trek zelf nog opsmeren? Smeertijd zakbaar voor kuis en poer. Alleen kwam maskita worden in kuis en poer. Want dit gaat niet op. Dit gaat gewoon niet op. Ik moet straks. Je ziet de auto daar staan. En straks stem ik blijf olie naar bijna 1100. Het gaat duurder worden, want alles moet marktcomfort worden. Ja. Behalve de salarissen. Dus samen doe dat ik een boerderij wat je moet bij. Dan. Misschien dat je mijn bijvoorbeeld mijn foto met motor. Drie room maanden in de toch een boerderij station pas in jouw gratie. Dus ik kom later aan. En gelukkig dat ze niet zo goed maait tegenwoordig. Ze gaat het juist gekopen. Ja, ik denk wel bijna. Maar is het geen Isas meer in Suriname? Hè? Tenzij je ze in je verbeelding wil. Ja, dat heb je sowieso. Ja. Dat heb je sowieso. Dat heb je ezels. Ja. Maar gewoon zo zie je ze heel leven. Ja, er zijn. Op vier voeten. Ja. Ja, daarom zien we ze niet. Als ze op vier voeten waren, zou je zien dat het ezel was. Maar een ezel dat op twee voeten staat in ons je kleren draagt. Je kleren draagt, ja, aan voor mama. In disguise, ja. Maar ze zijn er. Je moet ze gewoon herkennen. Ja. Ja. Maar als ze praten, hoor je hun gebalken. Dan weet je dat het ezels zijn. Ja, ze zijn ezels. En heel stom ook kunnen ze balken. Er was een premier balken einde in Nederland. Altijd met een balken einde. En zijn einde is ook balken einde, oké. Okay. Ja, zo met Karin. Omdat hij heel brutaal naar Suriname uithaalde. Deze is de balk ellende. Ja, heel, ja, deze ook hoor. Heel brutaal. Ja, ja, ja. Als je een standpunt over Suriname neemt. Ja, ja. En men kan dat niet inzien. Omdat Suriname Rutte. Nog steeds. Rutte. Ja. Heel brutaal. Maar we zijn volgens mij een beetje, het is al 5 uur. Ja. Als ik het goed heb. Bijna. Oké. Okay, nog 9 minuten. Oké. Okay. En zijn er vragen? Nee. Nee. Ja. Zijn er nog? Ja. Meneer Hans heeft wel een opmerking. Je bent leeg. Oh, batterij. Ja, hij zegt, waar gaat alle geld van alle prijsverhogingen naartoe? Wanneer wordt dat in één keer goed uitgelegd? Zijn er eerlijke en deskundig economen die dat willen openbaren? Of snappen we het met gezond verstand wel wat er nu gebeurt? De economen zijn volgens mij zelf omgekocht. De persoonlijke vraag die ik gesteld heb, de meeste economen zijn op hun eigen belang uit, van wat dat ding gestudeerd. Ja. Ja. En de eerlijke worden weggedrukt. Er is toevallig dat die vraag gesteld medisch wordt. Medisch is het hetzelfde. Maar er is een econoom die heeft dus iets gezegd. Dat is de heer Guidari van de VES. Mm-hmm. En die heeft het over het afschaffen van de visumplicht. Want daarbij wordt ook de visumgelden worden afgeschaft. En hij begrijpt niet waarom Suriname in hemelsnaam de visum... Juist, want hij heeft als voorbeeld aangehaald in 2016 bijvoorbeeld, want het is dan $35 per persoon, mm-hmm, hebben ze $6 miljoen opgehaald in een jaar aan visumgelden. Waarom zou de minister van Buitenlandse Zaken of de president dan beloven dat dan niet Suriname binnenkomt? Dat zijn de trekjes die hebben we dat dan niet nodig? Nee, maar in plaats van zijn populistische maatregelen om wie een stem vee. Maar niet in het volle hier in Suriname zelf, want wij krijgen die. Ja. We gaan het niet krijgen, maar ze geven het op voor Kamekisma Kongi ding. En Sma Bribi Indien. En de visumplicht naar de dag, breed die dan.
Zogenaamd. Maar je gaat niet, maar jij gaat niet naar Nederland hoor. Jij gaat, je kan wel advies hebben. Je gaat niet naar Nederland. Je gaat Nederland. Nee, geen enkel Suriname nee. Gaat op dit moment. Gewoon niet. Je gaat gewoon niet. Punt. Ik ga de Suma Iwan Juni. De reden is, ja. Volgens mij, als je gevaccineerd bent ook niet, hè? Ja, mensen vaccineren maar niet. Ik herken mensen. En de reden is er niet. En wat is de reden? Kijk, ik blijf het zeggen, ik ken vele verhalen, maar ik kan niet alles zeggen. Ik heb no mitak wantori jaso. Afu of aheri. Systeem voor de gezondheid, ik ga dan no-no ter plaat. No-no. Binnen een sani. Ik heb vele verhalen, maar kan ik alles zeggen. En demi gimme word, dan gimme word. Maar ik ken mijn broer en mijn broer zijn goed. En met dat kwam sani aan no-no, af of haar hersysteem, ik ga dan gelijk. En mijn chef dan ook dan. Maar we horen me voor, we lukken zelf sa, ik ga kom. Maar ik kan chibi gramma, maar ik kan ze niet man chibi. Dat is waar. Kon heb ik een sababa en basa na voor een ding. Ik heb een vraag. Het is in opspraak gekomen. U heeft zondag al iets over gezegd. Het gaat over de beurzen uit India. Die speciaal voor India, mensen van Indiase komaf zijn. Ik heb een vraag aan de mystery man. vindt u dat de overheid deze beurzen had moeten accepteren? Of moet accepteren omdat het gewoon specifiek voor één etnische groep is in teken van natievorming? Dat is die discrepantie toch? Mm-hmm. We leven in een periode toch, waarbij men dingen doet tegen de leefgewoonte van ons land. Yeah. We praten over natievorming. We zijn nog geen natie. Yeah. We praten over een natievorming. Maar dat is ons streven. En nu ben jij president en mensen die op jou lijken. Selecteer je alleen, of dat is de afspraak, dat mensen die op jou lijken alleen geselecteerd moeten worden om te gaan naar jullie land van afkomst als student. Het is niet mooi toch? Sinds tijden maar weer doe dat hij, maar dan trapt hij op dit toe en dan in voorzichtig zijn je doet om anderen niet te raken. En zo mooi zijn, april aan samenleven, dat je gaat naar India. Abo mooi toe dat Indiërs go to naar Afrika. Ja. Maar dat is wel gebeurd. Ja. En China verschillen is maar China. Ja. Ja. En zei dat India juist. De toen niet dat je wel leider van konden. Ja. Maar nu zo India, dat meteen zijn populistische maatregelen men treft voor campagne aan stemvee. Kampai denk paaien toch? We zijn er voor de Indiërs, we zijn er voor de Indiërs. Juist, okay. Dat zijn het. En natuurlijk, ik is wat tegen Sanfeng, Baka enzovoort. Maar dat is het. Het is niks anders. Maar ze worden alleen voor het eerste jaar worden ze volledig. En daarna, dan zal de Surinaamse staat daarvoor moeten opdraaien. Ja. Waaruit? Uit welk geld? Investeerders. Er zijn zoveel geld dat ze niet kunnen verklaren per de Monique Motto. Maar dat Nederland is ter onderzoek niet. Maar er zijn ook beurzen geweest voor Servië. Ja, alles is getorpedeerd. Maar daar gingen anders lijkende naartoe. Juist. Naar Servië bijvoorbeeld. Ja. Cuba. Alles is getorpedeerd. Ja. Dus je hoort wat ze doen en dan zie je haar kan lopen. Dat kan ik me herinneren. En de Servië vond ik wel erg. Ja, hoor. Heel erg. En alles is geblokkeerd ergens, mm-hmm. Totdat het vervallen was en het kon niet meer. Ja, die mensen konden niet meer. En even over een hele andere boek, iets maatschappelijkers. Gisteren was het 25 oktober, noemen ze ook, hebben ze hier met Orange Day. Wat is dat? Is de dag dat men allerlei organisaties die te maken hebben met, die zich bezighouden met geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, die ze herdenken dan, of ze vieren dan, het feit dat ze een front moeten vormen tegen geweld tegen vrouwen. Hoe vindt u dat het gaat op dit gebied in Suriname? Huiselijk geweld in Suriname. En hoe kijkt u zelf tegenover dit aan? Ja. En ik vind het meest vreselijke in een nak van vrouw nooit. Nou, je bent een vrouw toch? Want vrouw in een nakkie en mensen zullen weten die vrouw kiezen naar taboe. Zwaring, dat ik moet. Want. Broko also, me broka also no, maar me ka also baka. Yeah. En te yun nak afro, in memory ka ki, if you abi pchin se, if you abi ma, if you abi sa, if you apumap chin, if you bo wana sem sanisano, me umap chin bel me tak dat nakin, na orlo.
Dat je af nyammi, tjermi, nyammi, bormi, alleen zijn dat of omgekeerd of zo. Dus ik noem na kwam vrouw. Mijn mensen zijn naki zomaar, maar ik val respect die zomaar. Ik kan de one boy me op respect die. Ik kan niet missen mij wanneer. Maar ik vind een. Het wordt niet. Vrouwen worden nog niet, steeds niet genoeg beschermd in Suriname. We hebben het laatst hier gehad toch? Bij vrouw Kong. Agoji om mijn enkele. Is dat ook een school die komt? Daar leven naar vrouw Don Dede. Het is gewoon een school die dat aan een centrum, een school toe kan zetten. Is dat wat een school toe grijpt in, daar kan zoeken aan vrouw. Dus als dat niet kan, alle school toe deze, maar de meeste daar kan zoeken aan vrouw. De oude grijpt in. Een vrouw heeft gezegd, maar met zanden laat ze maar gewoon zetten, je kan grijpt in. En zijn een keer memoria, om een school toe toe, die is een vrouw toe die veel heeft gezegd, grijpt in. Die die het meest stomme antwoord en je zegt wat je enkele, die behandelt voor een verveerfasie. Zo, we hebben die klachten verleden tegen toch? Toch heb ik de politie erbij gehaald op een of andere manier. En toch als een zo'n school toe dat met dat ik kan bouwen, het dat ding en is ook maar dat met Sani. Maar soms als school toe want doe maar doe aan een district, aan een PC, aan een Sani, aan een resort, aan een maas, maar de school toe zijn de ter plaatse. Soms de boenen aan man toe, zei me Sandra vrouw. Waardoor ze zijn toelaten, omdat ze een niet betere leven leiden. Want je hebt ook agenten die druk uitvoeren op vrouwen. Bedrijf vrouwen naar wapen naar school te maken. Bedrijf vrouwen naar geweld voor naar school te maken. En alle de zo ja boeien, maar de meeste doen, zodat die het doen toe. Als mijn baby. En de one dat die, dan wel mijn president dan op een speciaal brigade. Dat je wat teki. Als ze stoute jongens zijn, dan zullen dat weten. Daarom komen we overal. Ja, in een lekker mensen, daarom komen wij. Vrienden vrouwen die erop losgaan. We hebben wel een vrouwelijke brigade hoor, die wel help kan bieden. Ik heb er wel eentje. En dat waar tegen de politie zelf u tegengeven zijn. Maar stoute lees op poortra die dat. Dat de meiden die zijn voor loes dengo. Laten we zelf ingrijpen. Nee, de vrouw van Akata maken geen grap wat dat betreft. Ze vullen hun busje en woeps, ze gaan de anderen bij staan. Maar ik vind mijn soort fout in Mickey, schwaring lik mansma. Nog een nak afro, nog een poma afro. En je Mickey, je zegt vader kwetje kong en zo. Want vrouw dat alle fassi is ook elibi. Hij zoekt elibi dat alle fassi en afro na bifado. Vooral if you get a ruimte. Ja, if you get a ruimte. Mijn fout in Mickey gevrouw toe. Maar mijn zorg dat ik. Mijn zwaar mijn fout en nap dat mijn positie dat ik mijn fout draap. Maar dat ik go nak je, mijn dis, mijn zijn en zo, ik ga het nooit doen. No. Behalve mijn takken, en ik blijf het herhalen, een vrouw die spit nam tapu, je gaat gelijk neer. Mijn kiri, maar mijn klap is trouwe gelijk. Nou een vrouw die spit nam tapu, je gaat het niet doen. En dat mijn bijzis maar leer mijn zijn dat ik. En de verboden toe in Gado Ai. In een spit tapu en tralibisma. Een vrouw die spit naar een vrouw die me kon kiezen in haar trasane, dan geef wat je bent, dan mis je dat niet meer. Maar als je spit naar een tapu, eens moet je een toren of tapu, ik moet naar Holland, dat is met naar Holland, in de begin jaren 90, dan heb ik een chimbra daar is een vriend. En pas dat je neemt, je hoort bombel, Sanina. Ik heb foto's van mijn ego in 2D. Ik heb foto's van binnen. Ja. De kersten dat je. Ja. De wakker dat je. Druk aan dat je. De wakker kon aan toe. Hoe zien de dames zeggen, maar de penpenny lijkt niet al zo. Yara. Dat de wakker kon. Dat als ik ben ik moto, ben ik wakker. Die is dat de wakker zijn weer heel kort en zo. Dus dat mijn chimbra daar nakt me en als je die chimbra nakt me dan minu kom maar minu die amassa nooit op vast van vrouw want die man dat ik hekel het van amassa vast van vrouw zomaar je noemt vast van vrouw en actie mijn ex koromatie van Flore Wallis in Mota Holland kom ik trouw pas de allemaal zie je wat moet dan maar lang en vast van vrouw dat zei want dat ik maak naar Wissani die raak aan flow je bent brutal maar nu bief dat dan die mijn chimbra daar nakt me zo. Dus want dat je anders is een man smaak bij dat. Dat misschien lukumoro boendan. Een man smaak denk je, een dame denk dat je waarschijnlijk kan je maar vast zijn of maar zijn. Dan me je even een mix op. Wat is spiet kom? Na spiet of spiet al tap me dan. Dus mij, ik denk dat, zo anders heb ik moet aan Holland, mij wil ik wel een man.
Maar toen kwam ik was weer, maar was papa met rond Trasani. Dus ik heb veranderd, ik heb veranderd. En als ik dat met een hergroep schreef. Ik heb veranderd en een reactie in me. Dus ik heb dat met Trasani overhand. Dus op het moment dat ik aspiet in de boord door. Aspiet in de boord diep in de zak. Ja, ik heb een diep in de boord. Sowieso. Want als ik spiet aan het tapen door een poging. Ik sta voor niks in. Na awasa sa mino accepter pa umas mata ki spita tap mi. Ika pleti mina tropu evita ki mi doti sume sa kafi jeng. Des no us my spirit meet up me. Je doet het niet. Des nogmaals, wat de dag van de vrouw of wat de woman het ook noemt, ik prijs het gewoon. Yeah. Maar ik vind dat het land te weinig doet aan vrouwelijke vrijheid nog steeds. Yeah. Vrouw moest, eigenlijk maar vrouw in Israël moest maken veilig à la pressie. Tijd en tijd. Iedere man in moest de wang waarborg je vrouw, met zijn vrienden, want dat jullie veilig. Zo zelfs er aan. Zo zelfs er aan. En tegendeel nood, mam lontjebri in een eigen of zo die. Eigen man. Of een man zei duidelijk wat man tjano, wat mij vier voor vrouw. Je bent absoluut geen man, je bent iets maar niet geen man. Want te wang echte man kan je versie lukken van de baby. Je maakt een zakker op de kind die is. En mijn ook een specifiek contact kan hij trassen op ze en die mij aan het landen dan mijn ook aan minder zijn maar om beter landen bij deze om extra meer hun inzet te doen om de vrouwen beter te beschermen en zijn vanaf de regering is ko aan macht die boom voor vrouw dede mijn dat naar de regering doen maar boom voor vrouw dede op vrede manier en bloederig. Daarvoor heb je zakbaar, maar die kwam climax. En wat nu ook een trend is, is inbraak met verkrachting. Juist, verkracht. Is op zo'n moment dat ik verkracht als me. Als me hier, en in als me zo'n verkracht heeft, heb ik ziek toebij. Daarom. Alles komt erbij kijken. Dus mijn ontdek over de sanatan dan direct mee zijn. En daarom heb ik die kwam stelling, ook naar mijn huisvesting, en naar mijn vesting eigenlijk. En wat vesting betekent dat het oninneembaar moet zijn. Ja toch, de is absoluut een stelling, maar als je komt ongevraagd of ongewenst of ongepast in me, of zo wat jurs aan je klop, aan een mikarika in me, heb je een probleem. Heb je onmiddellijk een probleem, kan je zo mee, zoals maar, ik hoor dat je welk vrouw kan je dat doen. Man of vrouw, je hebt een groot probleem. Beter je lijkt me, aan een mikari, naar je konteki. Dus het begin nogmaals, Lanti. Hoe lukken de oma's maar voor. Vrouw zei, vrouw kan knap borgi. Doe alles aan die dat. Ik go de, als een vrouw dat je skopang af op je. Ik kom aan doe je dan aan je zo'n zandag. Dat kan niet. Een vrouw, ik ben misselijk visie, maar de. En een vrouw mag die neem voor haar. You know, man, een vrouw moet van moet drie op een weg. Mevrouw Marlene zegt, ik hou mijn hart vast als die mannen uit India naar Suriname verkrachten. Wel, India naar nummer 1 verkrachten. En dat liefst in groepjes. Juist. En zelf landt die Europa daarbij aan mee. Dan aan eens, maar dat die wat hard komt voor jou. Wanneer ik praat over de mentaliteit van de mensen die ze erbij willen halen, bedoel ik zulke dingen. Maar in een uiting, maar je moet zelf gaan nadenken zoals mevrouw Marlene. En die is verschrikkelijk na verkrachting. En dan, de eerste en de beste is maar toen een Mexicoon ja zo. Nobody. Absoluut niet. Nabre. We zullen dat op allerlei manieren moeten aanvechten en tegengaan om het te voorkomen. Het mag niet gebeuren. Never, nooit. Met ons aan ja zo, making. We hebben genoeg op Chinkba toch? We kunnen eerder gaan slapen. En attendee stroom no san no bende. En zo bij je gezin, mooi voer op je bende. Als je rieke Suriname kan ook in plaats van 51 zetel, waar 75 zetel. Me kom ik eigen soort toe. En poma we mok zijn, want dogla mooi toe. Want van bij je man na Holland betem, in wat uitzend de radio. Dat in een artiest had dat meneer makna. Want een soort boeru bij je man. Dan praat je afro is sabif tak. Na de ririsma. Maar dat alleen is hij eschi daarvoor. Spraak ze in het Surinaamse, hè. Alice Sashi, non, Switzerland, en Missa Bon Siri Padina in a horror derby. They had him poor de Yandor. Missa Pekafro Nasranako Boro. Is a desert boor that would appear. And I can see no attinence and smitaki. Char you programma Wakadoro. And to once again salto derby de Lyon. Voordat we afsluiten wil ik even de Mystery Man bedanken. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Ja, en hey.
Ik hou van mannen die, of mensen die meedoen, zijn ook vrouwen, zoals mevrouw Sigar ook die mij op niveau kunnen bijhouden, ja. optrekken. Ik kan mij aan hun optrekken, want ja. ik stel prijs erop dat dat in je tak beneden want, of je tak aan is schrijven en zo. Trouwens, je doet het heel goed, Nicole. Je trekt me. Niet dat hoor, Hans, ik bedoel niet dat ik bedoel dat ze maar... Hans mijn vriendin, ja, is woordgraaf is er al. Hans is maar, we weten hoe elkaar, niet trekken er Hans, we trekken elkaar toch niet, maar... als hij hier was, nou... Hij is er, als niet, maar Hans is er. En ik het Nederlands bezig nou, valt iedereen omver. Hij was echt afgetraind in die gedachtegang, man. Ja, dank. Kunt u deze persoon zeggen dat ik live niet ben? Weet, we stappen niet door dat de persoon... Goedemiddag. Goedendag met de telefoon van Bas Rabon. Hij zit nu live. Hij is nu live in de uitzending. Kunt u later terugbellen? Oké. Ja, dat kunt u ook proberen. Ja. U kunt zo meteen bellen. Ik moet nu ophangen als in live. Ja? Oké, dank u wel. Yes. Oké. Ja, had u nog iets gezegd? Nee. Zo. De alafasi. Goronjogo taktori. 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 Goronjogo taktori.